trots in de branding der conversatie is Mark Frequent. Goedemiddag. Jullie begrijpen het al. Er is hier voorovers nog veel plaats, dus voor degenen die nog ruimte zoeken, welkom. Zoals jullie hebben gemerkt, we hebben een eigen huisband, The Wizards of S. Dankjewel jongens, goed gespeeld. Maar voor dit opkomen hebben we helaas wat klassieke muziek moeten gebruiken. Hartelijk welkom. Het is voor mij een speciale reuring, dat hebben jullie inmiddels al begrepen. Zometeen gaan we het hebben over mijn boek. Nee Ralf, we gaan nu geen foto's maken. Ik ben begonnen. Nee. Het spijt me. Want vandaag mag ik het boek presenteren, mag ik straks gaan aanbieden aan mijn minister Lisbeth Spies. Dat doen we tijdens het debat over Reuring. Ik ben buitengewoon content dat ook Jacques Wallage Roel in het veld, met wie ik eerder heb mogen samenwerken, en zometeen zit Eimert van Middelkoop ook op de bank, ministers en staatssecretaris met wie ik heb mogen werken. En dat was voor mij een groot voorrecht. Dus leuk en fantastisch dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de samenwerking van ministers en ambtenaren. En mag ik even introduceren, Manon Leijten, DG ABD. Manon, hoe lang zit je op je plek? Ja, dat vroeg ik me ook af op de fiets hier naartoe. Trek de microfoon iets naar je toe, Manon. 9 maanden. 9 maanden. Symbolische tijd. En het voelt als? Wisselend van het thema en het moment. Soms als toch echt al een poosje, een jaar of twee. En soms ook echt nog wel heel kort. Maar het voelt goed. Het voelt goed. Oké, nou dat lijkt me niet slecht voor het eerste jaar. Wat houdt het eigenlijk in, DG Algemene Bestuursdienst? Ja, goede vraag. Moet ik ook aan het begin? Nee. Sterk punt van mij, hè? Ja, sterk. Vragen stellen is één, maar helaas aan mij om het antwoord te geven. Ja. En straks aan de mensen op de bank. Maar DG ABD, zo probeer ik het aan mijn kinderen uit te leggen, is door te zorgen dat de goede man of de goede vrouw op de goede plek zit, we iets kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de Rijksdienst. En die mensen verder laten ontwikkelen en het Rijk nog beter maken. De goede man of vrouw op de goede plek. Ja. Dat doet natuurlijk onmiddellijk de vraag stellen, wanneer ben je goed? Dankjewel Mark. Dankjewel Mark. Volgende vraag. Mij was verteld dat ik hier limericks moest voorlezen. Ik heel in nee, dat hoogtepunt komt zo nog. Ja. Wanneer is iemand goed? Nou, volgens mij is niet iemand in alle gevallen, in alle contexten, op alle plekken goed. Dus het is een subtiel samenspel van maar je moet goed. Ja, je zegt natuurlijk dit is een lang verhaal. Van woorden die niks zeggen. Nee, het is te lang verhaal. Er is niet één recept voor goed, maar volgens mij een paar dingen zijn belangrijk. Je moet flexibel zijn. Je moet dienstbaar zijn. Je moet vriendelijk en toch heel stellig nee kunnen zeggen. Je moet snel kunnen schakelen. Je moet heel goed kunnen adviseren. En je moet ook nog goed een organisatie kunnen besturen. Wil je die onthouden? Want volgens mij zijn die alle zes buitengewoon bruikbaar als we straks het gesprek gaan doen. Mag ik jou vragen om de gasten één voor één te gaan introduceren? En dan gaan we zo meteen met deze punten het gesprek voeren. Ja. Wil je de eerste gast aankondigen? Ja, doe ik met veel plezier. Voor mij eigenlijk schande, maar woensdagmiddag heb ik mijn kindermiddag. Maar debuut. Wij zijn je kinderen nu even. Ja, nou daar helpt het bij. Vriendelijk nee zeggen helpt ook bij je kinderen. Maar in de mooie Reuring traditie ga ik nu een aantal limericks voorlezen om zo de gasten te mogen aankondigen. Als allereerste, niet mis te verstaan, ze komt er net aan als demissionair minister van Binnenlandse Zaken, heeft Lisbeth Spies veel met topambtenaren te maken. Samen op de tandem, of toch niet? We zijn benieuwd hoe zij het ziet. Zal haar visie Reuring veroorzaken? Dames en heren, een heel hartelijk welkom voor de minister van Binnenlandse Zaken, Lisbeth Spies. Geen toeval, maar extra bijzonder. Lisbeth is zowel de minister van Mark als van mij. Dus wij zitten nu even jou in een sandwichformule. Nee, je mag deze kant even opkijken. Mijn moeder zegt dan altijd de deugd in het midden. Ja. Okay. Ja, maar je krijgt toch wat naar Mark. Manon, dit is mijn avond. Raar dat je door je eigen ambtenaar wordt bevraagd zometeen? Nee, leuk. Gewoon een keer andersom. En ik ben ooit één keer eerder bij een Reuring Café geweest. Toen was ik nog volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Dat smaakte naar meer. Ik vind het fantastisch dat je hier staat. En ik vind het ongelooflijk leuk,
Manon en ik hebben even zitten denken, gewoon, hoe doen we dat nou? Een goed gesprek voeren met een minister waarmee je elke dag een goed gesprek probeert te voeren. Maar dat is wel onze opgave volgens mij. Nee, dat ligt absoluut aan ons. Want je hebt er geen moeite mee. Nee, ik denk, en dat heb ik ook gelijk toen ik minister mocht worden, ook tegen iedereen gezegd. Jongens, dat debat tussen bestuurder en ambtenaar moeten we juist voeren. En nou is de ruimte hier misschien wel heel groot en luisteren er wel heel veel mensen mee. Maar op die ministerskamer waar we die overleggen hebben, waar we die gesprekken voorbereiden, waar we die onderhandelingsstrategie voor Vestia aan de orde hebben, moet het juist af en toe knallen. En moet je hoor en wederhoor toepassen. En hebben we er niks aan, heb ik er niks aan als minister, als er alleen maar ja-knikkers of meepraters zitten. Oké, nou heb ik wel eens minister gehad die zei van ik word graag tegengesproken, maar wees je het doet. Nou, ik heb daarbij ook gezegd dat ik af en toe ook wel een complimentje wil. Want het leven van de minister is best ook wel ingewikkeld. En je mag ook af en toe wel een beetje lief voor elkaar zijn. Zeker als je dan een hele ingewikkelde dag hebt gehad waar het soms allemaal een beetje tegen zit. Dan helpt het soms ook wel even om tegen elkaar te zeggen dat er toch ook nog wel dingen goed zijn gegaan. Oké, jullie hebben je oren even dicht. Ik vind dat je het heel goed doet. Jij doet het ook niet rot hoor. Dit wordt een moeilijk uur voor mij, Maar serieus, ik herinner me toen Piet Heidonner de eerste bijeenkomst had waarin hij het stokje aan jou overdroeg. Toen zei hij zoiets van, er zijn dagen dat je echt denkt, ik zou op de kast willen zitten, ik zou weg willen zijn. Maar de volgende dag moet je er wel weer zijn. Is dat een terecht gevoel? Nou, als je zo, neem nou gewoon gisteren. We zijn maandagavond heel laat gestopt. Dinsdagochtend 7:10 krijg je dan de eerste exemplaar van de Kamerbrief voor Vestia. Dan weet je dus dat die dag echt wel even om het echie gaat en dat er echt topsport bedreven moet worden. Ondertussen moet je misschien ook nog naar het vragenuur. Heb je 3 verschillende onderraden? Heb je in de Eerste Kamer een debat over de 5% huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen? Moet je nog even gaan naar BNR? Heb je nog even RTL en ga zo maar door? Dan sta je aan het eind van de dag, ben je wel een redelijk uitgewrongen dweiltje. Leuk vak, hè? Toch wel, ja. Best wel. Mag ik jou vragen om op de stoel te gaan zitten? Volgens mij heb jij als eerste de kans om te kiezen tussen de bank en de stoel. En Manon, wil jij de volgende gast introduceren? Ta-da-da. Voorheen was hij excellentie, oud-minister van Defensie. Eimert van Middelkoop, van bestuur weet hij een hoop. Wij zijn vanavond blij met zijn presentie. Dames en heren, wij verwelkomen oud-minister Eimert van Middelkoop. Niet alleen oud-minister van Defensie. Ja, precies. Te laat. Ik heb goed geluisterd. Ook oud-demissionair minister van WWI. Voelt dat ook zo? Ja, een beetje wel. Als het erop aankomt, dan vermeld ik het er altijd bij. Ik moet zeggen, het belangrijkste deel van mijn identiteit is oud-minister van Defensie, om het zo maar te zeggen. Maar als het even kan, ook van WWI. Want op een bepaalde manier voelde ik bij WWI wat gemakkelijker thuis nog dan in het begin bij Defensie. Omdat het WWI veel meer ruikt naar het Binnenhof, wet en regelgeving. Dat heb je natuurlijk bij Defensie niet. En ik kon er ook allerlei dingen inzetten die ik als parlementariër had geleerd. En niet in een zin zoals je dat bij Defensie nodig hebt. Iets meer aan deze kant staan, want dan heb je ook die camera. Je hebt wel eens gezegd van die wetten die ben ik eigenlijk alleen bij WWI op dat moment tegengekomen. Ging het bij Defensie echt alles wetteloos? Ja, maar men wordt geacht daarover te zwijgen, Mark. Het is een besloten kring, dus hier mag het wel. Dankjewel. Nee, in het geheel niet. Nou je er toch naar vraagt. Als er nou één ding nauw luisterde op het punt van wet en regelgeving, dan is dat militairen zich tijdens operaties gedragen conform de regels van het humanitair oorlogsrecht. En misschien weet niet iedereen dat, maar elk gevechtscontact, en er zijn natuurlijk in Afghanistan duizenden geweest, worden gemeld bij het Openbaar Ministerie en worden getoetst. In al die jaren, dat is ook helemaal geen diensten van mij, maar in al die jaren dat ik daar zat, is er niet één keer een situatie geweest waarvan het Openbaar Ministerie zei, we gaan een nader onderzoek instellen, laat staan een strafrechtelijk onderzoek. Dus als het gaat om naleving van regelgeving, op het moment dat het er echt toe doet, en nogmaals heb ik niet over de minister, maar over militairen, zijn er wel degelijk regels. Toen jij op een gegeven moment voor de keuze gesteld werd van wat wil je nog in je portefeuille erbij krijgen, toen heb je uiteindelijk zelf de keuze gemaakt voor wonen, wijk en integratie. Toen hebben ze je volgens mij wel geplaagd met een minister van Defensie weet van geen wijken. Ja, het zal wel in je boekje staan, maar elke
ochtend na de lunch liep ik wandelend naar jullie toe, naar WWI. En bij Defensie, zeker in het begin, vond men het helemaal niks dat ik ook nog eens een keer dat hele softe ministerie van WWI erbij ging doen. Overigens, dat vond ik zelf niet, want ik had een zwak zeker voor het wijkenbeleid, dat hebben jullie gemerkt. Integratiethema, daar had ik intellectueel wel iets mee, maar bij Defensie vond men het helemaal niks. Dus een van de running gags was, de minister van Defensie weet van geen wijken. Toen na verloop van tijd bleek dat dankzij de goede samenwerking ook van alle ambtenaren het wel ging, die combinatie, vonden ze het ook wel weer mooi. Maar ze waren wel een beetje trots op deze minister. Maar je hebt toch twee portefeuilles en op een gegeven moment kreeg je die van Jack de Vries er ook nog bij. Is dat te doen? Ja, maar ik moet wel zeggen dat hoezeer ik ook genoten heb van die combinatie van functies, het had ook niet veel langer moeten duren. Want ik herinner me op één dag dat ik 2 uur lang, en we hadden toen als kabinet nog 29 zetels steun in de Kamer. Ik dacht 26. 26, sorry. Freudiaanse omhoogvergissing. Het laatste confessionele kabinet van Nederland, vrees ik. Dus je was machteloos. Is dat een voorspelling? Nee, dat hoop ik niet. Dus je was vrij machteloos en je moest proberen de boel te redden. Toen moest ik een debat van 2 doen over de JSF. Een onderwerp wat viel onder de staatssecretaris. Waar ik natuurlijk wel de hoofdlijnen van kende, maar niet alle moeren en bouten. Toen dat afgelopen was en ik het net had overleefd, moest ik voor jullie, voor ons, 2 lang discussiëren over Europese regelgeving en woningbouwcorporaties. Je hebt mijn koppigheid op dat punt gemerkt, omdat ik niet wilde dat de Kamer misbruik zou maken van mijn demissionaire staten. En toen heb ik wel alles uit de kast gehaald wat ik als oud-Kamerlid beschikbaar had. En ik heb gezien dat wat we met elkaar toch vrij goed hebben gedaan, en ook de juristen van jullie, dat Piet Hein Donner daarna keurig heeft kunnen inkoppen. We zullen het nog eens tegen hem zeggen. Mag ik je uitnodigen om op de bank te gaan zitten? Waarom wil je de volgende gast uitnodigen? Ambtelijke verhoudingen is zijn vakgebied. Wij zijn benieuwd hoe Paul het Hart het ziet. Met zijn specialistische kennis schopt hij hier misschien wel stennis. Er ligt een spannende discussie in het verschiet. Dames en heren, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, hier is Paul het Hart. Sinds wanneer ben je weer terug uit Australië? Nu precies een jaar. En wat heb je in Australië gedaan? Aan de universiteit daar lesgegeven en mij gemengd in de debatten over precies hetzelfde onderwerp daar. En wat valt je op als je naar wat daar kijkt en het debat hier? Het debat is net als de realiteit waar dat debat over gaat, harder en scherper. En wat van opzicht, zijn we soft of gaat het daar over hardere dingen? Nou ja, de politiek is daar veel harder nog. Het is zo'n soort keiharde strijd tussen 2 partijen. Die heel erg gepersonaliseerd wordt. Dus van iemand als Liesbeth zou het hele privéleven gefileerd worden. De pers heeft een agenda die vaak heel politiek is. Hè. De eigenaars die bellen daar de redacteur op in goed Angelsaksisch. Rupert Murdoch heeft daar ook nog kranten? Die heeft er ook nog kranten, televisiestations, et cetera. Hij beweegt zich op wat meer afstand van de politiek daar dan die in Engeland doet, kennelijk. Maar zijn kranten hebben een duidelijke lijn. En dat zal je weten ook als politicus. En wat betekent dat voor ambtenaren dan? Nou, voor ambtenaren betekent dat de politici die zij hebben heel sterk bezig zijn met hun eigen survival. Ze hebben ook nog eens een keer een 3-jarige electorale cyclus. 3 jaar, hoe lang kan je dan regeren? Dus voor ambtenaren betekent het dat er, voor je het weet, heel veel druk zit op het politiek laten schijnen van die minister als zeg maar enige of totaal dominante overweging. Hebben wij eigenlijk hier eigenlijk al eens uitgerekend wat onze cyclus is? Zitten we al niet onder de 3 jaar? Nou ja, wat je dus de afgelopen jaren ziet, is natuurlijk dat ondanks een soort staatkundig 4-jarige cyclus, wij inmiddels een verblijfsduur van ministers op hun post hebben die in Australië gemiddeld genomen soms langer is. Maar wat ze daar natuurlijk wel hebben, dat zie je niet zo in het beeld van verkiezingen, is de permanente reshuffle. Dus daar zit een minister eigenlijk nooit langer dan een maand of 18 op zijn post. Dus in die zin is dat dan wel weer vergelijkbaar. En ambtenaren hebben ook een zo'n cyclus of blijven die langer zitten? Die blijven langer zitten. Ze zijn daar net als wij op een gegeven moment met contracten begonnen. Dus zo van maximaal 5 jaar daar. Er was heel veel over te doen. Daar komen we misschien nog wel over te spreken. En dat dient men over het algemeen ook wel uit. Ja, ja.
Ik zou zo graag over dat onderwerp verder praten. Mag ik je uitnodigen om op de bank te gaan zitten? Manon, wil je de volgende gast aankondigen? Last, maar zeker niet least, de heer Wim Kuiken gaat vandaag ook bij Reuring opduiken. Samenwerken tussen ministers en ambtenaren. Kan iemand zijn ervaring en expertise evenaren? We kunnen hem in het debat goed gebruiken. Dames en heren, de overheidscommissaris in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. De Delta-commissaris. Voormalig SG van Verkeer en Waterstaat. Voormalig SG van Algemene Zaken. Voormalig SG van Binnenlandse Zaken. En daar laat ik het dan maar even bij. Hartelijk welkom. Hier is Wim Kuiken. Wim, fijn dat je er bent. Ja, ik dacht even, wie gaat Manon afstoppen? Want volgens mij zit er nog wel wat in die lijst waar zij halverwege was. Klopt het dat Roel Becker over jou zei dat je de ideale ambtenaar, topambtenaar bent? Ik las het in de krant. Ja. Wat? Sorry, ik heb even een heel stil moment. Wat gaat er dan door je heen, Wim? Nou, ik hoop dat zijn boek goed verkocht wordt. Heb je een stukje over jezelf gelezen? Ja, ik had ook een journalist bij me op kantoor en die heeft opgeschreven wat ik heb gezegd. Help me even, dat is mij ontgaan. Nou, er stond in dat stukje bij NRC, of heb je het over het boek? Nee, het interview. Ja. Nee, het interview, daar stond een keurig stukje van wat ik heb gezegd en dat klopt. Ik ga nu een laatste vertwijfelde poging in. Wat heb je gezegd, Wim? Ik zou het niet meer weten. Oké. Okay. Ik kom er zo meteen al even op terug. Vind je dat er dingen veranderd zijn als je kijkt naar de positie van een topambtenaar in de loop van die jaren? Nou, het ligt eraan hoe lang je teruggaat. Als je heel lang teruggaat, is er veel veranderd. Omdat vroeger topambtenaren... Nou, het kon gebeuren dat je 14 tot 18 jaar op een plek zat. Dat is veranderd met de introductie van de Algemene Bestuursdienst. Dus daar zie je een groot verschil. En verder merk ik zelf, maar dat komt misschien ook omdat ik nu 2 jaar uit de ambtelijke top ben... dat naarmate de politiek en de politieke dynamiek heftiger wordt, dat ambtenaren iets stiller worden. Stiller dan voorheen? Ja. Ja. Is dat omdat je het geluid niet hoort? Omdat het binnenkamers wordt gezegd? Dat kan, maar het kan ook zijn dat men het verstandig acht om niet al te prominent meningen te verkondigen. Dat wil zeggen dat we met z'n allen voorzichtiger aan het worden zijn? Ik denk het wel. En kun je dat duiden? Heeft dat te maken met? Nou ja, kijk, als er iets gebeurt wat misschien niet helemaal goed is... en de dag daarna moet je kop eraf of moet je ontslagen worden... of moet je weet ik waar naartoe. Dat is niet echt stimulerend voor het werk in de Rijksdienst. En dat is meer dan dat vroeger gebeurde? Ja, volgens mij wel, ja. Oké, dat is een onderwerp waar ik graag straks verder over wil praten. Dat kan. Misschien zou ik daar graag zo meteen... Dat is heel genereus van je. Misschien wil ik daar graag zelfs nu mee beginnen. Dus mag ik jou uitnodigen om op de bank te gaan zitten? Eimert, ik heb voor dat boek, waar we straks nog even op terugkomen... jou ook de vraag gesteld op het onderwerp waar Wim net ook over ging. Het publiekelijk afbranden van topambtenaren. En dat gebeurde in een periode dat jij al weg was als minister. Het gebeurde ook met jouw voormalige SG... Druk ik mij niet zorgvuldig uit? Nou, ik vind het iets te 100%. Okay. Doe er maar iets aan af. Ja, daar moet ik toch voorzichtig mee zijn. Want je hebt ook een soort loyaliteit over gehouden. Al neemt dat natuurlijk wel af met je opvolgers. Ja. Maar de afstand is nu dik 1,5 jaar. Dus dat kan wel. Kijk, ik vind het, dat heb ik dan ook in de NRC gezegd. Want ze belden mij erover op. Er is er maar één die verantwoordelijk is. En dat is de minister. Punt. Mm-hmm. Die verantwoordelijk moet je ook nemen. En vind je dat ambtenaren om welke reden ook het niet goed hebben gedaan, dan laat je dat intern merken. De een doet het op zo'n manier, de ander doet het weer op een andere manier. Maar naar buiten toe ga je niet een deel van de verantwoordelijkheid die je hebt duiden in termen van ambtelijk falen. En ik geloof dat ik de details ken ik niet meer. Nee, even sprake van was. Daar heb je volgens mij je zorgvuldig en dan, dan raad je bij mij wel wat. Wim, jij zegt, het beleeft in ieder geval dat het meer gebeurt of dat er een risicofactor in zit in het zijn van topambtenaren. En dat topambtenaren voorzichtig gemaakt. Is dat op basis van die incident of van de incident? Dat het niet meer veilig voelt? Dat kan. Dat kan een deel daarmee samenhangen. Kijk, ik weet niet of ik gelijk heb. Hè. Het is ook maar een waarneming. Nee, nee. Dit is jullie podium. Gelijk van wat je zegt. Ja, denk te hebben. Ja. Het kan ook zijn, omdat het ingewikkelder is...
met coalities en politieke combinaties. Het is natuurlijk ook in de afgelopen periode een minderheidskabinet met gedoogsteun. Dat maakt volgens mij, maar ik heb het zelf niet meegemaakt, maar maakt volgens mij dat topambtenaren iets voorzichtiger worden. Lisbeth, heb jij te maken met die voorzichtigheid? Zo ervaar ik het in ieder geval niet. Oké, nou begin maar bij de beleving. Ja. Dus dat beeld dat herken ik eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel zo dat door de politieke hectiek en door het constant wisselen van coalities je veel minder gestructureerd aan langjarige programma's kunt werken. En ik denk dat dat wel een nadeel is, waardoor je misschien ook minder uitgesproken met een agenda en een programma waar ook de ambtelijke top zich aan verbindt kunt werken. Tegelijkertijd, en dat herken ik zeer in wat Eimert zegt, neem nou dat voorbeeld van gisteren, het rapport van de ombudsman over de Q-koorts. Ja. Dan krijgt dit kabinet, deze minister, een enorme sneer over het feit dat wij ambtenaren, dat wij het niet goed vonden dat de ombudsman ambtenaren in het openbaar ging horen over het verloop van de aanpak van die Q-koorts. Dat vond je toen ook. En wij hebben heel bewust gekozen vanuit het goed werkgeverschap dat wij niet vonden dat ambtenaren daar op die manier aan blootgesteld moesten worden. Ja, de oud-ministers moesten zich verantwoorden. Ja. Prima. Maar ik vind ook dat je een verantwoordelijkheid hebt, zoals Eimert dat aangeeft, naar buiten toe. Is er één kop van jut, als je het heel negatief wilt formuleren. En dat zijn de politiek-bestuurlijk verantwoordelijken. En we hebben dus ook een verantwoordelijkheid naar elkaar toe, denk ik. Ook uit termen van goed werkgeverschap. Dat je op een gegeven moment ook mensen, althans dat was onze achterliggende motivatie om geen gehoor te geven aan het verzoek van Alex Brenninkmeijer, vanuit het goede werkgeverschap ook wilt beschermen. Voor je ambtenaren staan. Ja. Lukt dat politieke goed, Paul? Of de politiek bestuurders? Je ziet een enorme variatie daarin. Waar zit die variatie? Ja, die zit voor een belangrijk deel in persoonlijk moed en integriteit aan de ene kant. En het politieke kapitaal dat men heeft, dat men eventueel wil inzetten op het moment dat het even moeilijk is. Of dat men zegt, nou, die duik ik even weg. En ja, dat varieert enorm. Volgens mij kan je daar geen trendanalyse op loslaten. Zo van, nou, 10 jaar geleden hadden ze allemaal rechte ruggen en nu niet meer. Dat lijkt me veel te simpel. Wim, dus het is blijkbaar niet de trend, maar het is wel, zeg maar, plaats- en tijdgebonden. Dus persoonsgebonden, begrijp ik bijna. Nou ja, en dus ook relatiegebonden. He, want het is natuurlijk altijd dynamiek van de relatie. Tussen de bestuurder en de ambtenaar. Ja, ja. Emmet? Wat ik zo even zei, dat is een staatsrechtelijke overtuiging. Niet origineel, maar wel belangrijk. Daaronder kan wel een hele gevarieerde politieke of zeg maar, relatiewerkelijkheid schuil gaan. Ik heb het als Kamerlid, ik ben natuurlijk ook lang Kamerlid geweest, niet altijd logisch gevonden dat een minister niet een keer een ambtenaar naar voren schoof. Dat moet je in natuurlijk wat conditioneel doen. Bij debatten, in overleg in de Kamer of bij hearings, bij de informatieoverdracht. Ja. Ik heb daar natuurlijk als minister van Defensie erg mee te maken gehad. Omdat je naast je natuurlijk niet alleen een SG hebt, maar ook nog eens een keer de commandant der strijdkrachten, een CDS. Ja. Die heb ik ook een beetje met die kennis van de Kamer op de achtergrond langzaam maar zeker wat meer ingezet ook in de Kamer. Ja. Juist voor die informatie over dat. Dat betekent wel. Maak je dan afspraken? Eén, je blijft verantwoordelijk. Ja. Twee, het betekent wel dat, want ook een CDS is een ambtenaar, dat die wel een soort politiek gevoel moeten hebben. Waar ze nog wel over kunnen praten. Want ze lopen altijd het risico dat ze door de Kamer toch worden uitgeprobeerd. En dat ze informatie zullen geven die later tegen jou als minister worden gebruikt. Ja, maar dat is wel een goede ervaring geweest. Maar dat betekent ook voor de Kamer dat ze er geen misbruik van mogen maken. En hebben ze dat ook niet gedaan? Nee, ik heb er goede ervaringen mee. Ik heb een heleboel gekwalificeerde militairen kunnen inzetten. Waar ik bij het begin ging ik mee. Mm-hmm. Om als daar zichtbaar te maken dat het onder mijn verantwoordelijkheid ging. Maar toen wij op een gegeven moment ook met piraterijbestrijding, stuurde je een goede vent van de marine naartoe. Die wist precies uit te leggen waar de Somalië lag, enzovoort, enzovoort. En daarna hadden we een debat. Ja, nogal meer dingen. Ja, dat is niet slecht. Ja. Maar allerlei zaken waar ik eigenlijk geen verstand van wilde hebben. En dat zorgde voor een informatieverhoging, ook aan de kant van de Kamer. En leidde ertoe dat tenslotte het debat ging over de politieke punten. Manon, dat moet je wel durven. Ja, de minister moet dat durven. Ja, dat durven niet alle ministers volgens mij.
Paul, als je naar de Nederlandse context kijkt? Nou, kijk, in de Nederlandse context kunnen ministers soms speculeren op het feit dat de coalitieverhoudingen broos zijn. En hun eigen gebrek aan moed rationaliseren met het idee van ja, maar er moet geen minister in de problemen komen, dus ik moet de verdediging organiseren. Dat lijkt de laatste jaren wat minder te zijn geworden. Ik refereer even aan Ed van Tijn, Sorry Democratie, waar die mechanismen in die tijd zo werkten. Ik ben zelf, ik ben 5-6 jaar weg geweest, dus het theater van de afgelopen jaren heb ik wat minder goed op mijn netvlies wat dat betreft. Snap ik. Wim, jij bent nu Delta-commissaris. Betekent dat jij ook door de Kamer kan worden gevraagd om toelichting te geven? Of moet je dan aan de minister vragen of dat goed is? Allebei. En eigenlijk gaat het zo. Ja? Nou ja, eigenlijk gaat het zo dat de Kamer vraagt aan de minister of de staatssecretaris of ze mij mogen spreken. Ja. En dat tot nu toe gebeurt dat. Dan kan dat. Bijvoorbeeld de voorbereiding op een algemeen overleg. En dat heeft te maken met, even uit mijn hoofd, artikel 69, lid 3 van de Grondwet. Daarin staat dat de minister zich kan bijlaten staan door personen. En men denkt dat personen regeringscommissarissen zijn. Wat een prachtige baan heb jij. Dat snap ik. Manon, is dat politiek gevoelig waar Eimert het ook net over had, is dat een voorwaarde waaraan alle topambtenaren moeten voldoen? Ik denk dat het mooi meegenomen is als ze dat hebben. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Komt het ook, als je met, ik weet niet of ik daarna mag vragen hoor, dan moet je nee zeggen. Als je met ministers praat over nieuwe functievervullingen, is dat dan een belangrijk onderwerp? Ja, het is denk ik het eerste wat bewindslieden naar voren brengen. Meer dan de oog voor de organisatie vinden ministers het gewoon heel erg belangrijk dat ze een goede adviseur krijgen. Snap ik. Mag ik vragen, is dat niet een heel Haags beeld dan? Wat is een Haags beeld? Nou, die advieskwaliteiten en die politieke antenne zijn natuurlijk super, super, super belangrijk hier op die Haagse vierkante kilometer. Maar als ik iemand een grote uitvoeringsfabriek moet laten leiden, mag ik toch hopen, hè? Ik kijk even naar de bewindslieden hier, dat men ook beseft dat iemand die gewoon een tent kan runnen, dat misschien wel een kwaliteit is die dan net iets boven die politieke antenne komt. Nee, natuurlijk. Maar we praten hier over een aantal topambtenaren die in die Haagse politieke arena dagelijks hun werk doen. En dan is die politieke sensitiviteit natuurlijk wel heel belangrijk. En dan praat je, en natuurlijk ben je gelukkig niet alleen maar afhankelijk van de topambtenaren. Want daaronder zit gelukkig ook nog een heel echelon. Wat die politiek-bestuurlijke sensitiviteit misschien iets minder van nature hoeft te hebben. Maar wel degelijk ook een hele hoop inhoudelijke kennis en kunde bij komt kijken. Ik moest vandaag voor de RC-waarde van de isolatieschil van woningen naar de Tweede Kamer. Dan ben ik wel heel blij. Dan ben ik echt wel heel blij dat er ook nog iemand is die mij kan vertellen waar we het dan over gaan hebben. Dat is dus gewoon politieke sensitiviteit. Die combinatie van, ik denk dat juist omdat die topambtenaren schakelen tussen dat politiek-bestuurlijke van hun minister en dat departement wat die inhoud natuurlijk ook goed op orde moet hebben, dat het wel één van de, niet de belangrijkste, maar wel één van de kenmerken is die een topambtenaar moet hebben, absoluut. Wim? Ja, ik denk toch ook bij de uitvoering. Ja. Eigenlijk met name bij de uitvoering. Mijn ervaring is dat de directeur-generaal voor de Rijkswaterstaat en de directeur-generaal voor de Belastingdienst en de hoofddirecteur voor de justitiële inlichtingen, dat die een feilloos politiek gevoel moet hebben. En eigenlijk nog veel meer dan misschien in de Haagse bestuurskernen, de organisatie, tot diep in de organisatie, tot de sluiswachter toe, moet helpen zich te realiseren dat informatie of wat daar gebeurt een enorme politieke relevantie kan hebben. En dat is denk ik dat dat ook bij de krijgsmacht zo is. Ja. Dus vergis je niet, die uitvoeringsorganisaties, die moeten ook die antenne en dus ook in de leiding de antenne hebben voor de politieke dynamiek van hun werk. Of is het ook Haags? Nou, misschien mag ik even, omdat ik... Dat klopt, we zitten ook in Den Haag. Dat klopt, kijk, Wim noemde de krijgsmacht als een heel specifiek voorbeeld. In de jaren dat ik minister van Defensie was, zijn we natuurlijk operationeel ongelooflijk actief geweest. Ja. Zeker in Afghanistan. En ik heb gemerkt
dat men ook daar moest leren, overigens ook de journalistiek, dat alles wat men deed, ook daar, 6.000, 7.000 kilometer hier vandaan, politieke betekenis had. Een van mijn opmerkingen in het begin was heel vaak, we moeten niet vergeten dat we in de etalage ons werk verrichten. Zichtbaar voor iedereen. En dat betekende in elk geval toen de commandant van zo'n taskforce daar, maar ook als je journalisten daar gewoon vrij laat rondlopen, dan mag je van ze verwachten dat ze geen misbruik maken van die gastvrijheid. Ik moet het nog zien, probeer het maar eens een keer uit, Lisbeth, om bij BZK journalisten gewoon door het gebouw te laten lopen en met iedereen te praten. Dat is niet zonder risico's, dat heb ik in het begin gemerkt. En dan moet je niet in een kramp vervallen. En na verloop van tijd begrijpen ook journalisten dat je niet bij een of andere chagrijnige corporaal dingen moet gaan aftappen die vervolgens in Den Haag tegen de minister kunnen worden ingezet. Ja. Maar tenslotte moet je realiseren dat alles wat ambtenaren doen op enig niveau politiek instrumenteel is. En vooral de leiding moet dat zeker beseffen. Overigens maak ik wel een onderscheid tussen politiek kennis en politieke gevoeligheid en parlementaire. Niet iedereen die een politieke gevoeligheid... Die zou ik willen wagen aan de omgang met de Kamer waar ik het zo even over had. Er zijn erbij die dat echt niet kunnen, die briljant zijn met de expertise enzovoort enzovoort. De Kamer is nog wel een apart wereldje, die moet je echt tegen in bescherming nemen. Ja, die ken ik. Paul, dus alle ambtenaren. Ja, nee, ik begrijp dat. En vanuit wie her hier op de bank zit, begrijp ik dat nog een stuk beter. Ja. Maar ik probeer het maar even misschien vanuit de tegenstelling tussen hoe het feitelijk zit, hè, en hoe het misschien ook zou kunnen. Het risico dat ik zie van deze denktrand accepteren en internaliseren, is dat je dat het leidt tot een soort kolonisatie van het ambtelijke, maar ook het maatschappelijke rendement van een ambtelijk apparaat door het politieke. En hè, uiteindelijk komt daar dus heel veel voorzichtigheid, prudente voorzichtigheid uitvoert. Want we hebben allemaal anticipatievermogen. He, die figuur die daar in Somalië dingen doet, die heeft dus als tweede natuur van, ja, maar hoe ziet het eruit op de camera straks, bij wijze van spreken. Ja. Dat kan ook, he, dat werkt enerzijds disciplinerend en activerend, maar het kan ook in die zin remmend werken op het nemen van risico's, op het, laten we zeggen, pragmatisch problemen oplossen in het belang van burgers en cliënten. He, omdat er die anticipatie is op, laten we zeggen, de politieke verantwoording. He, als je dat dus letterlijk tot in die haarvaten van een uitvoerende organisatie... Nee, maar dit is een andere, althans voor mij een andere interpretatie dan ik bedoel. Ja. Wat ik bedoel is het besef, ook bij medewerkers in echt uitvoerende diensten die voor burgers diensten leveren en het werk doen, dat ze zich realiseren op welke markt ze opereren. He, dus als een projectleider van een project X, die iets van A naar B moet managen, ziet dat het uit de pas loopt en dat het vertraagd wordt, dan kan die, als hij zich niet realiseert wat de politieke omgeving is, denken, nou, op dag T-1, ik denk dat ik het nog haal. En dan gaat het fout en dan komen er ineens Kamervragen en is de minister in de problemen. Dus het gaat veel meer om het besef, je opereert in een politieke markt, in een openbaar bestuur. Is dat niet wordt meer publiek dan politiek? Ja, allebei. En dus het gaat meer om het besef. En dat vinden die mensen heel plezierig als je ze dat vertelt. He, dus als je bij ze op bezoek bent en ze vertelt hoe belangrijk ze zijn en ook hoe belangrijk het werk is, maar dat er ook een verantwoording nodig is. Dat is mijn ervaring. Ja. Mag ik eens even schakelen naar een ander onderwerp? Je wordt minister en je maakt de start. Wat bedenk je bij de start? Want er staat er ineens, ik herinner me nog, je staat zo'n zaal toe te spreken. Eimert heeft dat ook eerder in mijn huis mogen doen. En wat denk je dan? Hoe maak ik zo'n start met zo'n club ambtenaren? Dankjewel, Mark. Voor zover je tijd hebt om überhaupt te denken. Want je moet gelijk doen. Ja. En dat is heel onwennig. En dat kan maar op één manier. Althans, dat kan ik maar op één manier. En dat is vertrouwen geven. En ik denk dat toch wel heel cruciaal is. Je hebt geen flauw idee wat je allemaal overkomt. En tot op de dag van vandaag komen er nog steeds dossiers naar boven waarvan je denkt van, oh, ga ik daar ook over? Verrassend. Ik kan dat dus maar op één manier doen. En dat is vertrouwen geven aan je omgeving. En aan de slag gaan. En dat varieert van de AIVD, waarin het met de AIVD samen als minister best een eenzaam bestaan is,
tot een ministerstaf of een thema wat je eens een keer met de benen op tafel met elkaar uit probeert te diepen. Maar in de basis is dat vertrouwen tussen bewindspersoon en ambtelijke organisatie in mijn beleving onmisbaar om überhaupt met elkaar aan de slag te kunnen gaan. En mijn ervaring is ook dat als je dat vertrouwen geeft, dat dat niet beschaamd wordt. Je maakt niet een babbeltje met je voorganger met de vraag, wie kan ik vertrouwen? Nee, dat is anders gegaan met mijn voorganger. Piet Hein heeft gewoon gezegd, pak je velletje papier erbij en maak wat aantekeningen. En ik zal het je nog een keer zeggen. Sorry, nee, ik zal niet verder vissen. Nee, het gaat goed tussen Piet Hein en mij. Dat is heel belangrijk. Is niet onbelangrijk in deze fase. Eimert, is dat vanzelfsprekend dat je vertrouwen geeft? Nou, dat moet je je wel toe-eigenen. Overigens, even naar WWI. Ik heb toen een tijdje met Eberhard van der Laan gesproken. Ja. Die ik toen kende als collega in de ministerraad. Hij zat dan naast me. En die heeft, dat was niet, ik heb er niet naar gevraagd. Die heeft toen wel gezegd, nou, die en die, daar kan je blindelings op vertrouwen. Hij begreep natuurlijk best dat ik met zo'n middagdepartement, dat je een heleboel dingen moest overgeven. Daar had hij gelijk in. Maar ik moet zeggen, daarnaast zijn er nu ook weer geen ambtenaren geweest die het tegendeel hebben bewezen. Bij Defensie heb ik wel één ervaring gehad die heel leerzaam is geweest, na een paar maanden. Een radioprogramma zat voortdurend achter feiten aan uit het verleden, ver voor mijn tijd. Er hadden commando's in Irak gezeten, er hadden F-16's gevlogen, onderzeeboten en weet ik wat. Daar werden natuurlijk schriftelijke vragen over gesteld, want zo gaat dat. En die moest ik dan onder mijn verantwoordelijkheid natuurlijk, want zo gaat dat ook, moest ik die beantwoorden. Ik realiseerde me wel, want en in die antwoorden stond dat het allemaal onzin was, maar dan natuurlijk in parlementaire taal. Als dat niet zo zou zijn geweest, als er maar één commando ergens zou zijn geweest, en dat kon worden aangetoond, had ik als verantwoordelijk minister van dat moment, hing ik waarschijnlijk. Ja. Dus ik weet nog goed dat ik met de top daar zat, en toen kwam dat even langs naast veel andere dingen. En ik zei, jongens, ik ken die Wild West verhalen wel, maar hier staat dus dat het echt niet waar is. Beetje onzeker. Is dat ook zo? Ik moet er toch van uitgaan dat er van mij niks verborgen blijft. Zeker niet bij die dingen waar sowieso wat geheimzinnigheid bij gepaard gaat. Mijn eerste beleidsadviseur, die begreep donders goed wat voor de minister daar zat. Die was zich nog aan het inwerken. En die zei, Eimert, jij mag en je moet er ook van uitgaan dat wij geen dingen voor jou verborgen houden. Want anders heb jij gewoon geen leven. En dat was een leermoment waar ik de rest van mijn periode alleen maar plezier van heb gehad. Niet dat je daarna je kritische zin verliest. Snap ik. Doe je dat niet, zeker bij zo'n groot uitvoeringsdepartement, dan ga je kopje onder. Ja, dat is allemaal. Wim, jij hebt aan de andere kant mogen werken tijdens de startfase. Wat denk je dan de stopambtenaren? Hoe maak ik je een start? Wat is voor jou belangrijk? Of was belangrijk? Nou, voor mij is altijd het meest belangrijke geweest dat als bekend is wie de nieuwe bewindspersoon is, eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat je in hele korte tijd, er zijn een paar momenten waar je invloed kan uitoefenen. Hè? Het gesprek met de formateur, in het constituerend beraad. En er zijn een paar van die momenten die relevant zijn, volgens mij, voor adviseurs om aan te reiken aan de nieuwe minister. Maar dat is voor de hele korte termijn. Voor mij was het belangrijkste dat ik me kon verplaatsen in de nieuwe bewindspersoon. En in hele korte tijd kon organiseren dat de verbinding tussen die bewindspersoon en wat die wilde bereiken, of wil bereiken, en de organisatie, dat die heel snel tot stand kon komen. Dus daar heb je een paar dagen voor waar je echt even moet investeren in elkaar. In welke prioriteiten, maar ook wat kan die organisatie, wat wil die organisatie, en hoe gaan we het organiseren? Hoe gaan we communiceren? En dat is, denk ik, het meest onderschatte deel. Iedereen denkt, er komt een bewindspersoon, die weet wat hij wil, en dan gaan we doen wat hij zegt. Dat is het dus niet. Net zo goed als het andersom niet zo is. Er komt een bewindspersoon, het maakt niet uit wie het is, want we gaan toch door. Dus beide is niet waar. En daartussenin zit volgens mij de crux van het begin. En wat maakt dat moeilijk? Je moet wel even heel snel elkaar leren aanspreken. Heel snel. Eigenlijk moet je heel snel als, in mijn positie dan als secretaris-generaal, met een bewindspersoon kunnen spreken, aanspreken, maar ook de andere kant op. Met name ook de andere kant op. Zorgen dat de communicatie tot stand komt en ook goed tot stand komt. Nou, dat is denk ik de kunst. Als jullie het goed vinden, betrek ik Jacques Wallage er even in. Ik ben uit zijn opleidingsfabriek ooit gekomen. Hij heeft mij meegenomen bij de start.
Wat herinner jij van de start? Nou, een beetje het beeld dat Lisbeth schetst, namelijk het is wel heel veel in één keer. En het politieke métier waar je uitkomt is niet bestuurlijk. Dus ik had het voordeel dat ik wethouder was geweest voordat ik Kamerlid was geweest. En ik merkte dat ik eigenlijk onmiddellijk terugschakelde naar wat ik als wethouder gewend was. Je hebt nog 4 maanden gezegd, ik als wethouder. Toen was je al 4 maanden staatssecretaris. Vast. En ik heb ook vast nog wel eens gezegd, ik kom zo op het stadhuis. Ja. Dus dat is één. Het is wat Wim zei, het is een soort ruiltransactie. Je moet je interesseren voor de going concern op zo'n departement, waar ambtenaren jaren mee bezig zijn, die kennen de ups en downs van een onderwerp aan de ene kant. En je verwacht van ambtenaren dat ze zich interesseren in wat jij in een beperkte periode tot stand moet brengen. En mijn ervaring is dat je de ruiltransactie van vertrouwen geven en krijgen heel goed werkt. Je moet er wel één uitzondering bij maken. Dat is op het moment dat je merkt dat zo'n organisatie faalt. Want dat kan namelijk ook. Je herinnert je de Londo-affaire. Dan blijkt dus dat de begroting van het departement geen reëel beeld biedt van de financieel feitelijke situatie. En meldt dat je een probleem hebt van 10 miljoen, wat later 750 miljoen bleek te zijn. Als dat zo is, dan komt er een moment waarop dat vertrouwen alleen niet meer voldoende is. Toen hebben we ook gewoon Berenschot de boeken laten controleren van het departement. Ben je een heel eind van huis. Dus de vertrouwensrelatie waar Eimert over spreekt, die onderschrijf ik ten volle. Maar hij heeft precies daar de grens waar je vanuit de verantwoordelijkheid die je naar de Kamer draagt, voelt. Ja jongens, dat is allemaal goed en wel, maar ik kom hier zo niet uit. Dat kan ook. Ik ben gelukkig geweest op 2 departementen dat me dat maar 1 keer is overkomen. 1 keer te veel zou ik zeggen. Dankjewel, Sjaak. Werkt dat ook omgekeerd zo, Wim? Mogen wij ook eisen stellen aan de bestuurders op dat punt? Of is het op dat punt een eenzijdig? Je mag hopen, maar niet eisen, denk ik. Dat zit inherent aan het dienende in de relatie. En je hoopt erop. Je mag ook, denk ik, dat het tot je professionaliteit moet behoren om te proberen dat gesprek te openen en het gesprek op het niveau te krijgen dat je het wil hebben. Maar ja, als de ander geen draad geeft, om wat voor reden dan ook, ja, dan zal je toch snel weer in die stand moeten gaan van ja, heel goed luisteren naar hoe ze dan wel willen werken en dan maar het krediet verkrijgen door het goede bedienen, zeg maar. Maar dat zou veronderstellen dat er toch ergens in die vertrouwensrelatie mensen moeten zijn die tegen bestuurders ook iets moeten kunnen zeggen. Ja, jij zegt ja. Is dat vanzelfsprekend? Nee, dat is het niet. Ik herinner me nog dat in het bewindsliedenoverleg van de PvdA, nadat we aangetreden waren, na een tijdje collega's begonnen te klagen over hun departement. En tegenwerking en het is een en al difficulteren. Ik herinner me dat woord had ik nog opgeschreven toen. Dat was, mooi woord. Hoorde ik toen voor het eerst, dus aan het difficulteren. Mijn analyse achteraf was dat daar dus die ruiltransactie feitelijk niet tot stand kwam. Sterker nog, dat de betrokken politieke bestuurders zich geen moer interesseerden voor wat ambtenaren professioneel te berden brengen. En het is precies dat punt waar je eigenlijk politieke bestuurders ook moet scholen. Je moet ze uitleggen dat de professionaliteit van ambtenaren met zich meebrengt dat wat jij simpel afspreekt in een regeerakkoord iets ingewikkelder blijkt te zijn. En dat het hun taak is om die complexiteit voor te rijden. En ja, dat als je dat niet op je netvlies hebt, dan gaat het dus ook fout. Dankjewel. Eimert, toen wij ook over mijn boek spraken, toen hebben we, ik weet niet of dat een goed beeld is, dat een geweldige overgang is van een Kamerlid naar een bestuurder. En dan ook nog voor zo'n enorm groot ministerie. Ja, daar was moed voor nodig, Mark. Ik had nooit meer dan 2 man onder me gehad, geloof ik. En daarna ga je het grootste bedrijf. Nou ja, des te belangrijker is het als je goede mensen om je heen hebt, waar je op kan vertrouwen. Kijk, helemaal onbeslagen was ik nu ook weer niet. Wel bestuurlijk, maar goed, daar heb je een SG voor, een CDS enzovoort. Maar ik behoor wel tot de generatie, zoals ook Maarten van Traa, kijk even naar Jacques, Jaap Doos, Scheffer, Maxime Vragen enzovoort, die in de jaren 90 voortdurend hebben nagedacht over wat betekenen militaire operaties en wat zijn de risico's enzovoort enzovoort. Daar heb ik altijd aan mee gedaan. Dus in die zin was het ministerie wel niet helemaal vreemd, maar bestuurlijk, nou ja, wat Lisbeth zo even zei, wat ik niet een onderwerp heb langsgekregen, waar ik werkelijk nog nooit van gehoord had. Maar ja, goed, ik ben van huis uit een eclecticus, ook een generalist natuurlijk, noodgedwongen, als lid van de kleine fractie. Ik vond het altijd wel weer aardig. En het klinkt misschien bijna een beetje masochistisch, maar
elke keer als ik 's avonds die tassen openmaakte, dook ik daar met een soort nieuwsgierigheid in. Wat daar nou weer uit tevoorschijn kwam en waar ik een handtekening onder moest zetten. En dat heeft me nooit tegengestaan, dat heeft me nooit verveeld. Jij zette die dingen gewoon op je keukentafel en dacht, zo, ik ben benieuwd wat er vandaag eens in zit. Nou ja, bijna. Misschien niet altijd op die opgewekte manier. maar ik heb altijd wel een inhoudelijke nieuwsgierigheid gehad wat er nu weer ter beslissing voor lag. Eerlijk gezegd, ja, dat is misschien ook wel nodig om een beetje goed te overleven. Ja. Mag ik nog op één punt wijzen? Wat hier voortdurend, omdat ik me een moment herinner, dat was in New York, dat wij na een paar glazen, dat scheelt dan ook wel, een verwoed debat hadden tussen toen nog Dick Berlijn, mijn CDS en mijn voorlichter en een paar anderen. En dat ging op een gegeven moment ook over de relatie politiek en het militair apparaat. Nou, een van de meest cruciale functies in de staat. In Nederland onproblematisch, maar natuurlijk een heleboel andere lied. Toen zei mijn voorlichter, een beetje een schavuit, die zei van, ja, maar Eimert, een minister is een passant. Toen viel er even een stilte en die heb ik toen maar gevuld door hem gelijk te geven. Dat is wel zo. En misschien dat Lisbeth dat kan beamen of niet, maar het besef dat je een passant bent en dat dat apparaat wordt bewoond door mannen en vrouwen, die overigens natuurlijk ook vaak fluctueren, maar die toch de permanentie vertegenwoordigen, het institutioneel geheugen, de lange termijn en dergelijke, dat ben ik nooit kwijt geraakt. En dat maakt die positie ook wat curieus. Ik realiseer me dat je er dus ook misbruik van kan maken. In die zin dat je die ministerskamer alleen maar gebruikt om je eigen partijpolitieke doelen te dienen, die overigens heel legitiem kunnen zijn, maar die wel eens ten koste kunnen gaan van de aandacht voor het apparaat en voor de doelen waarmee je wordt geconfronteerd. Dankjewel, Herbert. Lisbeth, is dat bij alle politieke bestuurders zo van, het kan morgen afgelopen zijn en dus ik ben uiteindelijk een passant of iemand die tijdelijk op deze functie zit, terwijl je toch vol aan de bak moet? Ik vind wel dat je van tevoren heel goed moet wegen, maar dat is een hele persoonlijke afweging. Dat je een enorm risico neemt als je ja zegt tegen het dragen van dit soort verantwoordelijkheden. Geldt voor Kamerleden, geldt voor gedeputeerden, geldt voor waarnemend partijvoorzitters, geldt ook voor minister. Dat was jouw hele doopcel, geloof ik. En dat maakt ook, en wat mij in ieder geval heel erg helpt, is dat ik met mezelf heel erg heb afgesproken dat mijn geluk niet afhankelijk is van mijn voortbestaan in Den Haag. En dat helpt wel enorm bij het relativeren. Tegelijkertijd doe je die klus iedere dag, alsof je hem volgend jaar en het jaar daarna ook nog doet. Want je bent wel bezig om dingen voor Nederland, vanuit je idealen, vanuit het programma wat je mee hebt gekregen, een stap verder te brengen. En als je dat doet vanuit de gedachte van nou, nog 13 dagen te gaan, of weet ik veel wat, dan kom je niet verder. Nee, dat snap ik. En je weet het ook, er zit een einde. Maar ik veronderstel dat je toch hoopt of verwacht dat het einde niet dichtbij ligt. Het is iets sneller tot een demissionaire staat gekomen dan dat ik van tevoren voor mogelijk had gehouden. En tegelijkertijd, het helpt dus ook dat gezond verstand en dat relativeringsvermogen wel. Om daar ook niet van wakker te liggen, maar gewoon de dingen te blijven doen die wel kunnen en die ook van belang blijven. En nou ja, dat maakt volgens mij dat we op dit moment harder werken bijna dan ooit tevoren. Ja, jullie doen in één jaar wat normaal gesproken in 4 jaar zou moeten gebeuren. En ook nog met minder mensen, althans in het kabinet. Mag ik even heel kort, voordat er een misverstand ontstaat. Ik had het niet over een soort innerlijke reserve en een angst om morgen weer op straat te staan. Dat was voor mij toch allemaal extra. Nee, maar een minister is komt echt van buiten. Het staat ook met één been buiten zo'n departement. Je zit in de ministerraad, je zit in je partij en dergelijke. Ik zeg het alleen maar om het wat atypische vanuit het departement gezien, vanuit de ambtelijke wereld gezien. Maar mag ik daar iets over zeggen? Van de figuur te beklemtonen. Ik probeer dat elke keer te pakken. Ik herinner me dat ik met Laurens-Jan Brinkhorst als minister mocht werken en die had precies dit verhaal. Ik ben niet van het departement, maar ik werk met het departement. Daar heb ik later wel eens tegen gezegd, jij bent de minister die zich het meest intensief heeft bezighouden hoe dat departement eruit zag. Dus het is blijkbaar zoeken in die relatie van ik ben niet van het departement, ik werk ermee. Hoe doe je dat dan zo dat je ervan afhankelijk bent, er toch invloed op wil hebben? Want je gaat toch ingrijpen als er iets niet goed gaat. Ja, dat is logisch. Maar neem een vergelijking met een groot bedrijf. Daar zitten vaak mensen aan de top, die hebben daar weet ik hoe lang in gezeten en die zijn zo naar boven gestroomd. Nou, het wordt ook steeds korter. Maar dat wordt, zeker, en misschien is dat nog wel goed ook. Maar wij komen, zeg maar, van buiten komen wij binnengestroomd op een hele bijzondere manier.
En een deel van ons leven speelt zich ook nog eens een keer af in de ministerraad. Wat ook een heel belangrijk orgaan is, ook voor een individuele minister. En tegelijk is de ambtelijke wereld, en ik ben daar altijd ook heel tevreden over geweest en ook wat trots, is de belichaming van bijvoorbeeld een stuk institutioneel geheugen. Dat is ook voor de ABD, Maron, belangrijk dat je daarop let. Ja, ze maakt al aantekeningen. Ik ben altijd wat sceptisch geweest, maar ik weet er te weinig vanaf van dat al te gemakkelijk ambtelijk hoppen. Ja. Ik heb gemerkt, zeker bij Defensie, want Defensie is natuurlijk heel oud, dat daar dingen kunnen spelen van tientallen jaren geleden. Je sleept een gigantische geschiedenis met je mee. Het is goed dat mensen daar op zijn minst in de weg weten. Dat is het ministerie. Daar zitten mensen die zijn trots op het gebouw, op het departement enzovoort, weten vaak voor de rest van de wereld niet zoveel. Dan ben je echt iemand die van buiten komt, die tijdelijk is. En dat is een andere habitus. Ja, Wim, nou zitten wij ook al met onze topambtelijke functies ook over tijdelijkheid te spreken. We hebben een tijdelijke aanstelling. Dus in onze wereld is ook tijdelijkheid gekomen. Het is weliswaar een andere tijdelijkheid dan waar Emmet en Lisbeth het over hebben. Is dat goed? Ja, ik denk dat het goed is. Ja, ik ben er wel voor dat je ook voor de ontwikkeling van jezelf, maar ook van de organisatie, in dit geval de Rijksdienst, dat je meerdere plekken... Maar loop je dan niet het risico dat je van deel kennis of deskundigheid of geheugen niet hebt, die op dat moment juist voor bestuurders belangrijk zijn? Nou ja, je neemt andere ervaring mee. Hè. Laat ik eerlijk zijn, die ministeries die zijn vaak redelijk bemenst met heel veel deskundigheid, dus je neemt andere ervaring mee. Ik vind dat niet het grootste probleem. Oké. Okay. Ik vind wel dat je heel veel zicht moet hebben op met name de hele institutionele omgeving van het ministerie. Dus je moet er wel affiniteit en gevoel bij hebben. Maar dat vind ik niet het grootste probleem. Dus die tijdelijkheid vind ik wel gezond. Ja. Manon, is dat een issue? Tijdelijkheid? Ik weet eigenlijk niet beter. Ik kwam al even aan bod, ik ben nog niet zo lang op deze plek en ook nog niet zo lang topambtenaar. Volgens mij is de tijdelijkheid al 10 jaar een feit en dat is verreweg het grootste gedeelte van mijn ambtelijke carrière. Dus ik weet niet beter en als ik soms hoor dat vroeger er ook SG's en DG's waren die 18 jaar op een plek zaten, ik weet ook niet of dat zo goed is. Nou, die kwam in het boek van Roel Becker allemaal wel prominent terug, als ik me goed herinner. Ja. Dus het loont wel. Ik heb nooit ergens 18 jaar gezeten. Hoor. Nee, sorry, dat waren uitzonderingen. Sorry, Wim. Dat waren goede uitzonderingen met deze reden. Paul, je hebt, toen ik ook met dat boek bezig was, gezegd, wel eens gewezen op die tijdelijkheid in de Anglo-Saxische wereld. We hadden het er net over. Is dat verbonden aan die politieke cyclus of staat het er helemaal los van? Nou, het staat er los van. Maar ze hebben bijvoorbeeld in Australië, ik dacht ook in Canada, toen dat werd ingevoerd, die tijdelijkheid, toen ging men zeker in Australië, trok men wel erg ambitieus ten strijde. Toen zei ze, nou, 3 jaar is wel genoeg voor een topambtenaar. En toen kreeg je precies dus die argumenten die jij ook noemde, daartegen. Maar vooral ook, en dan zijn we terug bij het begin van het gesprek. Ja. Dus een school van mensen die zeiden van, ja, maar als je A, die ambtenaren dus aan contracten biedt met een dergelijk relatief korte looptijd, en B, die contracten heel erg performance managed, zeg maar. Ja. Dan geef je de politiek wel ontzettend veel instrumenten in handen. Zeker sterk partijpolitiek gekleurde ministers en dergelijke, om dat apparaat te knechten. En toen heb je dus een hele discussie gehad. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat jouw collega in Australië heeft gezegd, oké, we schuiven weer naar 5 jaar. Dat heeft die discussie doen verstommen. En het soort van argument wat Wim hanteert is eigenlijk ook de norm geworden in Australië. Van, er zitten eigenlijk ook hele goede kanten aan. Toch zei jij mij onlangs van, er zit ook een risico in dat tijdelijkheid uiteindelijk ook het effect gaan hebben dat mensen minder hun mening te berden brengen of voorzichtig dus zijn in het opereren. Ja, dus dat was het argument van mensen die zeiden, die 3 jaar is echt veel te kort. Ik vond het een beetje raar om dat aan de duur van een contract op te hangen. Ja, dan zit ik naar te kijken van, wat is dat? Ja. Ja. Maar uiteindelijk met het verschuiven naar 5 jaar is dat debat daar weer verstomd? Ja, ik denk zelf dat het uiteindelijk niet om tijdelijk of permanent. Hè. Dat was natuurlijk altijd de Sir Humphrey-schaduw hangt dan over zo'n soort debat heen. Hè. Ja. Dus Sir Humphrey kan het zich permitteren om de wensen van de minister te negeren, want hij zit er altijd, ministers come, ministers go. Volgens mij is iets anders veel belangrijker.
bij dat idee van onafhankelijk denken en frank and fearless advice, is juist dat mensen een beetje hebben geroteerd als ambtenaar, zodat ze weten dat als het even op deze plek niet gaat, dat zij een marktwaarde hebben, dat zij zo ergens anders aan de bak komen. Anders krijg je een extreme serviliteit en een angst om uit die ene lijn waarin je dan heel je ziel en zaligheid, die carrière... Selectief, hè, dat, dus in die zin zitten er allerlei voordelen aan dat roteren, mits goed gedoseerd en mits gebonden aan contracten waarvan de termen door beide partijen in een gesprek kunnen worden vastgesteld en niet in een soort dictaat kunnen worden opgelegd. Ja, en wat jij net zei, Mark, van door die tijdelijkheid, kijk, als je die tekort wordt, dan kun je zekere risicomijdendheid misschien krijgen. Maar of dat het nou 5 of in ons geval 7 jaar is, wij verwachten toch ook hele zelfbewuste topambtenaren. Wij verwachten toch ook, en die hebben we toch over het overgrote deel ook, van mensen dat ze niet alleen maar hun kop tussen hun schouders trekken en wachten totdat de 7 jaar op deze plek voorbij zijn. Omdat als ze voldoende risicomijdend zijn geweest, ze dan wel weer risicovrij naar een volgende job toe kunnen groeien. Dat is toch niet de kwalificatie om een keer in aanmerking te komen voor een volgende verantwoordelijke klus. Ik denk juist die 7 jaar is een hele redelijke termijn volgens mij, maar ook uitnodigt en ook eist en ook kwalificeert alleen die mensen die ook laten zien dat ze dan iets presteren. Dat ze ook af en toe dat tegengeluid kunnen geven. Dat ze ergens voor staan en iets voor elkaar weten te brengen. En dat staat dus haaks op een neiging om toch alsjeblieft maar schadevrij te kunnen opereren. Toch Wim, we hadden het in het begingesprek erover dat het niet helemaal zo voelt. Druk ik dat? Nou, het is goed om te horen. Dat we zelfbewuste ambtenaren willen hebben. Dat is heel goed. Ja. Dat moet ook. Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat de zaal vindt. Oké. Wat vindt de zaal? Hebben wij microfoons? Ik heb wel een vraag. 2 vragen eigenlijk. Te veel heb ik gehoord, het moet van de minister. En ja, maar dit is een politieke beslissing. Wim, kan je daar eens op reageren? Nou, dat kan allebei gebeuren. Allebei, ja. Dat kan allebei gebeuren. Maar wat bedoel je, wat zit er achter je vraag? Hoe vaak negatief wordt opgevat door ambtenaren? Het moet van mijn minister. Dat zeg ik, heb eigenlijk geen eigen vrijheid. Ja, dat klinkt niet zo en positief. Ja, maar dit is toch een politiek beslissing. Dat je te veel als topambtenaar toch je beleid moet wijzigen. Ja. Dan wil ik ook de reactie van de oud-minister hebben. Of je wil reageren, Herbert. Maar alles komt even in, Roel. Mag die microfoon ook even aan? Pakken we zo even de vraag met die van jou al. Volgens mij heb jij wel scherpe opvattingen over dat wij niet zo stoer zijn als dat we zouden moeten zijn. Ja, die heb ik wel. Ja? Wil je die ook horen? Ja. Ik ben mijn vraagstelling nog aan het aanspreken. Ik heb geprobeerd om zorgvuldig te luisteren. Het is me opgevallen, de enige van de 4 of 5 of 6... die het woord dienen heeft gebruikt in de afgelopen 3 kwartier, dat was de professor. Maar hoogleraar zijn er ook dienende de DGABD heeft over dienstbaar gehad, maar niet over dienen. Ja? Ja, er wordt geluisterd. Nee, maar dat is interessant, want waar de beide bewindslieden mee begonnen was met een zware nadruk op ik en verantwoordelijk. En de voorzichtige poging van Paul om dat een beetje te verbreden en te zeggen, nou ja, iemand met een uitvoeringsorganisatie van 20.000 mensen en 4 miljoen klanten, die is toch ook wel maatschappelijk zeker verantwoordelijk. En dat werd onmiddellijk geleid langs die myopic lijn van die schijnwerper van, ik zit te kijken naar die ministeriële verantwoordelijkheid in die verantwoordingsrelatie naar het parlement. Wat en samen dan, dienen is dus niet gevallen als terminologie. Dat zouden voor jou de woorden zijn die samenvatten waar we het over moeten hebben. Samen dienen. Dat geeft een heel andere vraagstelling. Want? Omdat die de complementariteit dan tot uitdrukking brengt. Van als we samen dienen, hoe zijn we dan complementair in dat dienen? En dan kom je misschien wel ongeveer op hetzelfde uit, maar langs een heel andere redeneerlijn, met een heel andere appreciatie. Ja, want nu, jij zei daarnet van het voelt niet zo en
de beginwoorden van Wim waren natuurlijk dodelijk, maar die heeft kennelijk niemand. Jawel, ik was weer naar, voorzichtig naartoe aan het gaan. Ja. Ja. Maar maar als jij zegt, pak nou het woord dieners en je zegt samen. Ja. En je hebt het woord complementariteit. Ja. Is dat complementair? Nou, voor mij is de complementariteit in één zin samen te vatten. Ja? Primaat van politieke normatiek ligt bij de politicus. Primaat van het vakmanschap ligt bij de ambtenaar. Die moeten elkaar ontmoeten. En die spanning is altijd aanwezig, want het is geen harmonieuze ontmoeting. Want aan beide kanten is imperialisme. Van de politicus zegt, nee, maar het aantal pelotons ME bij de volgende voetbalwedstrijd, dat is toch politiek. Hè? Mm-hmm. En de vakman zegt, nou, ik dacht dat we daar opvattingen over hadden in de professie. Hoeveel die proportionaliteit. Hè? Dus dat grensconflict, dat is te beleven. Maar je moet het niet wegredeneren met harmonieuze redenering. Want daar word ik echt niet goed van. Daar word je niet goed van. De rol wordt niet goed. Eimert? Ja, nou ja, de term is misschien niet gevallen, maar de zaak denk ik wel. Het is misschien iets te gemakkelijk, maar mijn nota met elke minister, als die begint, moet je een nota maken. Die heet de wereldwijd dienstbare rol, dus ik heb het hoog en ver gegrepen. De term complementariteit voegt ook wel iets toe, denk ik, aan dit debat. Ik merkte, en dat was natuurlijk vooral bij Defensie zo, omdat het zo'n groot apparaat is, dat na verloop van tijd, je zoekt een beetje je eigen politieke niche en je merkt dat die nodig is. Want tegenover je heb je mensen die ook binnen dat apparaat institutionele belangen op een zeer legitieme manier vertegenwoordigen. Die ook alweer zich tot elkaar verhouden op een vaak spanningsvolle relatie. Ja. De beleidsadviseur die keek wel degelijk ook kritisch naar wat die militairen en wat de CDS deed. Op goede gronden. En op een gegeven moment denk je van ja, het is toch goed dat er één figuur zit die en knopen doorhakt. Maar die ook de gevoeligheid voor die politieke wereld inbrengt. Maar ik heb het altijd als, en dat kan je van me krijgen, Rol, als complementariteit, als samenwerking ervaren. Omdat dat gold zeker voor Defensie. Ja, de boog stond voortdurend zo gespannen voor wat de mensen out there allemaal deden. Ik heb ook nooit ruzies gehad. En als die waren geweest, had ik ze ook onmiddellijk, denk ik, vrij snel opgelost. Omdat ik vond dat je dat niet kon permitteren. Dus ik voel me heel wel thuis bij die term complementariteit. Maar nogmaals, met ieder zijn eigen vakdeelbevoegdheid en kennis. Maar het spanning is, wat jou betreft, ook goed. Zeker. Cool. Zeker. Ja, noodzakelijk. Zeker. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Nee, maar dat mag je zo doen. Ho, ja. Nee. Zoals jullie begrijpen, ik ben overal in charge en in control, maar dit was het gedeelte van niet in control. Dank jullie wel. Maar het geeft mij wel de gelegenheid om jullie het boek te mogen aanbieden en dat doe ik in de persoon van Lisbeth. Mag ik jou even hier in de buurt van deze tandem? Lisbeth, jij begon als minister en ik zei, en ik ben een boekje aan het schrijven en je zei, goh, wat leuk. Ik heb in mijn boek beschreven dat mijn vorige minister dat niet als eerste woord had. Maar uiteindelijk is het ook goed gekomen met mijn vorige boek. Maar je hebt mij de ruimte en de gelegenheid gegeven om dat te mogen doen. In fietstermen heb ik het gevoel dat wij een vliegende start hebben gemaakt. Ik heb ook beschreven dat ergens tegen kerstavond jij volgens mij nog ergens bezig was om een jurk te versieren om naar het eten van het kabinet te gaan. En ik jou vertelde dat er nog een probleem bij Vestia was van enige omvang. Nou, dat hebben jullie deze dagen ook in de krant mogen lezen. En je hebt eerst alles op dat punt aangepakt en vervolgens pas ben je richting diner gegaan. En vanaf dat moment hebben we volgens mij een vliegende vaart dingen gedaan. En je hebt mij de ruimte en de gelegenheid gegeven om dit boek af te maken. Je gaf me wel zoveel onderwerpen dat het een half jaar lang heeft geduurd om hem af te maken, maar dat terzijde. Dus ik vind het een eer en een genoegen om het te mogen aanbieden. Ik moet één voorzichtigheid erin aanbrengen. Er staat op het eerste bladzijde voor Lisbeth. Ja. Deze is even gevoelig. Ik heb een minister die Lisbeth heeft, een secretaresse die Lisbeth heeft, maar ook een echtgenote. En dit ene exemplaar ben jij de Lisbeth. Mag ik hem aanbieden? Ja, dank je wel.
en de twee Lisbeths die hier wel zijn, die zijn onderhand wel nieuwsgierig naar de derde. Maar het moet voor haar ook lastig zijn, want over welke Lisbeth heb jij het nou als je 's avonds thuis komt? Hè? Als het moeilijk is over jou. Ja. Sorry. En dan ook nog samen op die tandem. En nou weet ik niet of dat jij veel ervaring hebt met tandems, maar als je achterop zit, dan heb je het onaangename gevoel. Dat je toch een beetje overgeleverd bent aan degene die voorop zit. Omdat er wel een stuur zit. Maar sturen, dat valt toch niet helemaal mee. En als je voorop zit, dan heb je de neiging om steeds achterom te kijken. Van trapt diegene die achter zit nog wel mee? Het voelt als niet, ja. En of dat nou die complementariteit of dat onderlinge vertrouwen is. Wat er moet zijn tussen bestuur en ambtenaar. Ik weet niet of dat daar nou de tandem de meest goede vergelijking voor is. Soms heb ik ook wel eens het idee dat je hebt keurig netjes beschreven natuurlijk in je boek dat die bestuurder voorop zit en de ambtenaar achterop. Ja. Dat valt dat volgens mij voor ambtenaren ook niet altijd mee. Staatsrechtelijk klopt het. Maar ik sluit niet uit dat er hier in de zaal ook best een aantal zijn die af en toe proberen toch dat stuur stevig in handen te nemen. En dan moet je soms als minister toch ook weer zeggen van alles leuk tot hier en niet verder. En we gaan nu rechtdoor, rechtsaf of linksaf. Ik heb het boekje met plezier, en dat meen ik oprecht, mogen lezen. Je hebt aangegeven dat er misschien niet hele spannende politieke anekdotes in staan, maar dat het wel een heel reëel beeld geeft van het leven van in dit geval deze topambtenaar. Ik denk ook dat dat het geval is. Het leest ook buitengewoon plezierig. En ik zou dan ook oprecht eigenlijk niet alleen aan iedereen hier, maar eigenlijk misschien ook wel aan heel veel studenten willen adviseren om dit boekje eens te lezen. Omdat het vak van ambtenaar, het dienen van de publieke zaak, wel ook een onvoorstelbaar mooi vak is. En heel veel jonge mensen die denken niet in eerste instantie, laat ik nou eens kiezen voor dat ambtenaarschap. Want daar gaan natuurlijk toch nog steeds heel veel andere verhalen ook over de ronde. En ik denk dat heel veel studenten, mensen die aan het nadenken zijn over wat wil ik nou, hierin ook een stukje inspiratie kunnen vinden van hoe breed, hoe mooi en hoe goed het kan zijn om bij de overheid ook te mogen werken. En wat dat betreft zou ik hem ook in die richting heel van harte aan willen bevelen. Dankjewel. Dankjewel. Zoals jullie zien ga ik even dit ding ontkurken. Ik hoop dat er even gelegenheid is voor een paar minuten dat wie nog geen drank voor zich heeft, dat gewoon even bij de bar pakt. En dan gaan we met z'n allen even toasten. En dan pak ik het onderwerp dien er weer op. Roel, dan moet je wel even opletten zo meteen, want dan ga ik het daarover hebben. Dat geldt ook voor jou, Hans. Ja, bijna binnen. Sorry. Ja, je lag in de boekhandel. De formatie was gewoon terug te nemen. Ja. Ik heb hem gegeven. Dat is wel zeker. Nee, die fiets gaat niet meer weg. Jij moet vanavond met Lisbeth op die tandem naar huis. Dankjewel. Mag ik toosten op de samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren? Proost. Jullie drinken dan een drankje. Arjk, hebben we nog een tweede microfoon? Want ik zou het leuk vinden als de zaal vooral op dit punt. En ik gebruik met veel plezier het beeld wat Roel net gebruikte. De complementariteit, want volgens mij waren we daar naar op zoek. Ik heb daar het beeld van de tandem voor gebruikt. Volgens mij, Lisbeth, heb je terecht gezegd, dat wrikt wel eens een beetje. Volgens mij heeft Paul wel eens gezegd, het beeld klopt niet. Dus als Paul er eens iets over zegt, gaat Arjk even de zaal in. Nou ja, kijk, ik vind het als norm is het prachtig, maar het is,
Je kan ook de realiteit van de onderliggende spanning daarmee smoren. Ik zal een voorbeeld geven. Ja, punt wat Roel ook op. Ik zat van de week bij een korpschef. Ik zal niet zeggen in welke stad. Wie was dat? Ik zal niet zeggen in welke stad. En die vertelt mij dat als er een of ander law and order bericht op de website van de Telegraaf verschijnt, dat als daar zo ongeveer 150 ingezonden meldingen aan vast worden gekoppeld, dan krijgt hij een telefoontje van justitie. En dat is niet van de laagste ambtenaar daar. In de trant van, wat denk je eraan te gaan doen? Ja, ja, ik vind dat, dan hebben we hier prachtige verhalen over vertrouwen geven en zo. Dit is een vorm van micromanagement op basis van emotiepolitiek en emotiemedia. Maar op zichzelf is het natuurlijk niet zo gek dat ook een minister leest de Telegraaf. Ik vermoed zelfs als eerste. Ik begrijp die logica van die minister wel, maar bij complementariteit hoort dan dus ook terughoudendheid in het ruimte laten aan die ander. Als je dus op ieder incident waar media of tegenwoordig het internet op aanslaat, die ambtenaren gaat lopen micromanager. Je was even uit beeld. Ja, dat moeten we vooral niet hebben natuurlijk. Nee. Als je die... Ik weet niet wat er bij de bar mitzwa gaat gebeuren als die dingen nog boven hangen. Maar gaat lopen micromanager op dit soort... Als dat een patroon is... Ja. Snap ik. Ja, dan zijn we echt verkeerd bezig. En daar kan dus een retoriek van complementariteit. Die ambtenaren luisteren naar wat je doet, niet naar wat je zegt. Hè? Als je dit doet en je praat over complementariteit, dan vinden ze dat gepraat, vinden ze zinloos. Want zij moeten met die daden van jou leven. Kijken. Hoi. Ja, Ipe van der Deen. Ja, dat het aanvullend is, is denk ik voor mij als ambtenaar helder. En denk ik wat Wim Kuiken net zei, want ik werk in de uitvoering. Als er bij ons, ik werk bij Agentschap NL, onder andere ook dingen voor WWI doet. Ja, als er daar iets fout gaat, een subsidie wordt net te laat verleend. Nou, dan hoeft de minister niet over de RC-waarde naar de Kamer, maar over die subsidie die te laat verleend wordt. En het besef bij collega's... Dat je zorgt dat het niet alleen naar de rapportage omhoog gaat, maar dat je het ook zo meldt. Vind je dat is logisch, want dat is politiek gevoelig als een minister naar de Kamer moet. Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben, is, en daar hebben we als Platform Rijke Ondernemingsraad ook heel lang voor gepleit. Kunnen politici, Tweede Kamerleden, ook niet gewoon als ze in september gekozen zijn, een stage komen lopen op de departementen om daar eens te horen? Nee, Wim, dat kan niet. Waarom heel veel neerschudden. Maar waarom niet? Waarom moeten wij allemaal trainingen en opleidingen doen en kun je minister worden zonder dat je iets hebt gedaan? Sorry, ga ik te hard, Heimert? Ja. Nee, ik ben 17 jaar parlementariër geweest. Ja, oké, sorry, dat was wel in de vooropleiding. Maar... 13 in de tweede en vierde, dat is geen vooropleiding, maar het is nooit in mijn hoofd opgekomen om op een departement stage te gaan lopen. Waarom niet? Misschien behalve omdat ik dat van collega's wel eens hoorde, die hadden het een keer bij de AIVD, of het heette geloof ik een BVD, nou eigenlijk, dat is heel specifiek, en ik was geen woordvoerder binnenlandse zaken, dus ik hoefde dat niet. Kan ik me voorstellen dat het interessant is. Los van de vraag of ik er wel tijd voor had, het staat haaks op mijn parlementair esprit van zelfstandigheid, onafhankelijkheid enzovoort. Alleen al, ik heb altijd al geprobeerd, en gelukkig was ik lid van een kleine fractie, had ik ook wel contacten. Je moet ook proberen niet die taal van de ambtenaren te gaan spreken. Je moet vrij blijven tegenover ambtenaren. Wat je wel moet doen, dat als je op een bepaald punt erkent van ja, maar hier heb ik een heleboel technische expertise nodig in een wat non-politieke omgeving, dan moet je ambtenaren zien te vinden. Heb ik weinig gedaan omdat ik lid was van een kleine fractie. Maar ik ben er benauwd voor om die afstand tussen parlementariërs, daar hebben we het voor, en ambtenaren om die te klein te maken. Frank, heb jij een opleiding gedaan toen je staatssecretaris werd? Ja, u pakt zich graag in waarschijnlijk, begrijp ik. Sorry. Moment. Het gaat er niet om parlementariërs in te pakken. Het gaat erom dat men weet wat gebeurt er eigenlijk op zo'n departement. Kennis noemen we dat. Ja. Maar ik heb kennis van het departement is denk ik wezenlijk anders dan kennis van bepaalde thema's. Onderwerpen, ja. Toen ik bijvoorbeeld het energiedossier als Kamerlid ging doen, had ik echt geen flauwe notie. En toen heb ik bij ELINI wel een keer een dag cursus gehad, om het maar even zo te zeggen, over een aantal elementaire basisprincipes die toch wel handig waren om te weten. Dat heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Maar wat daar voor de rest allemaal in termen van organisatie of productie of
verantwoordelijken rondliep, dat was voor mij niet relevant. Maar ik wilde als Kamerlid toch proberen een klein beetje te weten waar je het over hebt. En dan was zo'n dag training, cursus op inhoud wel heel plezierig. Frank, welkom. Dank. Heb jij een opleiding gedaan voordat je staatssecretaris werd? Nou, ik was 4 jaar Kamerlid geweest. Ja? En dan, dat is toch wel handig, want het gevolg is dat je het... Ik vond het als bewindspersoon altijd leuk om naar de Kamer te gaan. Dat was geen politiek gedoe. Maar dat was vaak ook uitleggen en vragen beantwoorden die mensen thuis ook stellen. Van, goh, hoe zit dat dan? En waar heeft u er wel goed over nagedacht? En waarom niet andere dingen? Ik wist wel dat mijn allereerste AO dacht ik dat ik iets heel goeds deed. En was ook de instructie van het dossier wat ik meekreeg van de ambtenaren was... Leg het de Kamer nou nog een keer uit, dan komt het allemaal goed. Ja, dat was toch niet zo? Want de Kamer wil ook altijd een beetje wielen en dealen. En, als ik geef deze zin op de flap, binnenflap van mijn boeken schrijven. Oh, oké. Nou, als ik één ding nog over deze sessie tot nu toe mag delen. Ik vind het allemaal wel wat lief. Ja, nou doe eens ik wat strenger dat, dan. Nou, ik vind dat het niet goed gaat. Okay. Ik vind dat, dat bewindspersonen echt geen inzicht hebben wat ambtenaren allemaal moeten doen. Om goed te functioneren als ambtenaren. En omgekeerd, ook ambtenaren hebben echt weinig inzicht in de politieke dimensie van de bewindspersonenbaan. Dus op het departement word je niet gevoed bij economische zaken over Oeroesgan of over alle moeilijke dingen. Over je partij of al het gedoe. Moest er allemaal even bij. Er was weinig begrip voor. En omgekeerd was er bij de bewindspersonen geen begrip wat het betekent. Ik leer het nu een beetje omdat ik een bedrijf moet aansturen. Wat het is om 1000 ambtenaren te managen. Dus er is veel onbegrip. En ik vind ook dat het steeds slechter gaat. Waarom? Tussen bewindspersonen en ambtenaren. De manier, ik heb het idee dat politieke benoemingen in de top toenemen. Ik vind dat er met steeds meer dédain gesproken wordt door vele politieke partijen over ambtenaren. Er zijn er te veel, ze moeten op de nullijn, de overheid is te groot. Jongens, we hebben in Nederland een hele goede, vrij slanke overheid waar mensen hard werken die, vind ik, niet eens zoveel verdienen. En ik zou willen dat, en ik weet dat dat niet gaat gebeuren hoor, bij de verkiezingen, maar ik zou willen dat er met wat meer liefde en vrolijkheid en warmte over de Rijksoverheid gesproken wordt. Past het hierbij? Oké, even, nee, ik geef niet het handen. Waar overwegend geen ambtenaren zijn, niet hetzelfde applaus krijgen. Nee, maar het is hier een gemengde samenstelling, kan ik je beloven. Ik ben dan inderdaad een ondernemer en niet van een ambtenarij gespeend. Wat ik wel merk is inderdaad dat er inderdaad gesproken wordt over inderdaad samenwerken, maar passant zijn. Korte termijnen van regering. Veel wijzigingen van rechts, links, andere partijen die erin komen. En ambtenarij die gewoon doorstoomt. Ik denk dat dat ook een beetje inderdaad gewoon dan ook onbegrip wordt opgewekt daardoor. Ik denk dat dat in ieder geval ook een basis is voor het lange termijn verhaal. 5 jaar. Ik denk dat het heel goed is om 5 jaar te zitten in plaats van 3 jaar, omdat je die kennis houdt. Maar aan de andere kant zie je ook inderdaad dat de ministersposten heel snel wisselen op dit moment. Dus ook die hele betrouwbaarheid en vertrouwen, waar je over spreekt, die verdwijnt omdat ze niet weten wat de volgende keer om de hoek komt kijken. Ik ga even toch eerst naar Lisbeth. Je krijgt een aantal beelden terug. Begin toch maar even bij liefde. Nee, het is een heel vriendelijk wisselen van ervaringen tot op heden. Dat ben ik absoluut met Frank eens. Maar... Waar zit het venijn? Of waar zit de spanning? Nou, die zit natuurlijk op heel veel individuele dossiers. Ja. En het, met alle respect, het zal ook van bewindspersonen van departement tot departement echt wel een beetje verschillen. En ik heb dan het geluk dat ik ook een grote organisatie heb aangestuurd. Dus dat ik ook het gevoel heb dat ik wel een klein beetje weet wat er allemaal bij komt kijken. En natuurlijk realiseer ik me heel goed dat sommige mensen absoluut de kat uit de boom kijken. Maar ik realiseer me ook heel goed dat het gros van de mensen die je tegenkomt gemotiveerd zijn om samen met jou een klus te willen klaren. Omdat zij daar... een bepaalde inbreng bij hebben, een bepaald belang bij hebben, een bepaalde verantwoordelijkheid invoelen. En omdat ze weten dat ze dat samen met jou moeten doen. Maar we hebben wel eens de indruk dat zodra iemand vanuit de politieke arena bestuurder wordt, dan merkt hij dat binnen no time. Maar het blijft staan wat Frank zegt, dat daar toch verder in de politieke arena niet met veel warmte over wordt gesproken. Zit je daar met hetzelfde onderwerp? Ja?
Dat is even schrikken. Wat is schrikken? Voor jou of voor mij? Voor mij. Goed zo. Wie bent u? Jan Willem van Gent, voormalig tegenstander van Mark Prikman. Hij is gepensioneerd gelukkig. Ga rustig in gang. Het gaat over de tijdelijkheid van aanstellingen. Dat doen de heren op de bank erg stoer over, althans sommige heren. Maar ik noem het stoer, want jullie hebben allemaal een permanente aanstelling. Dus 7 jaar hier, 7 jaar daar, dat lijkt voor de man van het bedrijfsleven. Nou, dat zijn geweldige mensen, maar ze weten dat ze ergens anders terechtkomen. Ik kom op mijn vraag aan Lisbeth Spies. Ik ben van dezelfde partij, nog iets langer denk ik dan Lisbeth. CDA heeft een initiatiefvoorstel om de ambtelijke status af te schaffen en die ambtenaar gelijk te stellen aan werknemers. Wat vindt Lisbeth hier nou persoonlijk van, na haar waardevolle ervaring van de afgelopen 1,5 jaar? Nou, het mag ook minder persoonlijk. Ik ben overigens sinds mijn 16e lid van het CDA en ik ben inmiddels 46, dus ik heb er 30 dienstjaren op zitten. Maar dat, en dat als enige... Jullie mogen straks armpje drukken. Enige in een voor de rest apolitieke familie, die ook nog eens een keer volledig uit bedrijfsleven komt. Dus mijn moeder zegt nog wel eens een keer, of die zegt nog wel eens een keer, meisje, 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 je kon vroeger zo goed leren. Goed leren, ja. Maar dat geheel terzijde. Ik vind dat... Het vak van ambtenaar is een heel authentiek en speciaal vak. Net zoals dat van een timmerman of van een CEO van een groot bedrijf. Ik vind dat bijvoorbeeld de eed die iemand aflegt als die in de publieke dienst gaat werken, een heel waardevol element wat benadrukt hoe bijzonder de klus is die je gaat doen, om het maar even wat huiselijk te zeggen. Is daar een andere rechtspositie bij nodig? Dat denk ik niet per se. En ik denk dat de discussie in het initiatiefvoorstel vooral gaat over de vraag van wat rechtvaardigt nou het verschil op onderdelen in rechtspositie tussen een ambtenaar en iemand die op andere plekken aan het werk is. Voor mij zit dat dus veel meer in elementen als het afleggen van de eed dan in de manier waarop de rechtspositie in het Rijksambtenarenreglement of in het burgerlijk wetboek is geregeld. Oké, dankjewel. Ik zie je schudden. Nee, volgens mij heb je dat... Nou, jullie mogen straks, mogen straks nog verder. Ja? Mark, mag ik toch een opmerking maken over de vraag die gesteld is? Ja. Want... het is te makkelijk, hè, om te denken dat 7 jaren je hebt een eeuwige aanstelling. Dat is dus niet zo. Ik wil dat toch nog even benadrukken. Het eerste, als je mislukt in de top, is dat niet echt plezierig. Voor jezelf en voor anderen. Maar ten tweede, als het niet goed gaat, dan ben je ook gewoon na 18 maanden thuis en heb je geen andere baan. He, dus even de illusie, even de illusie wegnemen dat dit allemaal Wim en ik zijn het hierover eens. Het is echt zo. Ja. Maakt verder niet uit, hè? Maar ik heb de mededeling gekregen. Als het over is, dan mag je 18 maanden nog uitzingen en dan is het over. Ja. Nee, zo moet je het niet zien. Dit is informatie uitwisselen en feiten. Ja. Oké, Eimert. Mark, mag ik nog even één punt oppakken wat Frank Heemskerk aankaart? Ja, graag, want daar wou ik naar terug. En dat leg ik ook graag in de zaal voor zover er hier ambtenaren zijn. En ik denk de meerderheid. Want ik ben het hartgrond met hem eens dat in dit klimaat van dit moment, populistisch, rechts, hoe je het verder ook maar noemen, er een nauwelijks nog ontwikkelde notie bestaat van publiek belang. Dus ook een slecht ontwikkeld besef van degene die dat met de ministers enzovoort moeten behartigen. En dat is inderdaad ten nadele van ambtenaren. Ik heb zelf een jaar of 4, 5 geleden, was geloof ik voor het eerst, een toespraak mogen houden in de Ridderzaal bij gelegenheid van de manager van het jaar. Overheidsmanager van het jaar. En toen heb ik dus een heleboel eigen dingen gezegd over de ambtenaren enzovoort enzovoort. De reacties achteraf vond ik wel wat onthullend, omdat veel ambtenaren dat zo geweldig vonden. Ik merkte dat ik... dat ik met de goede wier ook aankwam, terwijl ik het helemaal niet bedoelde. Nu even naar het begin. Ik heb er niks gezegd, namelijk van deze discussie, dat het wel lijkt alsof ambtenaren wat stilletjes zijn geworden. Nu ga ik even wat verder, misschien wat bang zijn geworden. Ja. En dat is ook iets dat politici zich moeten aantrekken. Op het moment dat in een publiek systeem functionarissen bang gaan worden, om welke reden dan ook, en dus hun mond houden, ben je dus op de verkeerde weg. Ik radicaliseer een beetje de opmerking van Frank, maar hij zal het bij me eens zijn. En ik heb daar niet direct een reactie op, een antwoord op. Maar daar moet je alert op zijn, zeker op het hoge ambtelijk niveau. Ja. Ook jullie in jullie verantwoordelijkheid,
belichamen iets unieks in onze samenleving. Dienstbaar, ik wil Roel nog een keer bijvallen voor Nederland. Als op dat niveau mensen bang gaan worden, niet alleen voor hun eigen carrière, want dat is herkenbaar, dan is er iets fouts. Er is geen oproep tot oproer of anderszins. Maar zo versta ik hem wel. Okay, maar het mag wel, toch? Het mag toch wel wat opstandiger worden? Nee, maar als het allemaal binnen de grenzen van datzelfde publiek... Het redelijke en het zedelijke. Ja. Maar ik vind ambtenaren moeten niet en mogen niet over zich laten lopen. Nee, maar Lisbeth heeft toch zelf ook gezegd van ik heb niks aan een ambtenaar die uiteindelijk duikt of zich kleiner maakt. Nee, sorry, dan hebben we het over de interactie minister-ambtenaar. Ja? Daar hebben we het even niet over. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over het publieke beeld van een ambtenaar. Ja? Het publieke beeld van de ambtelijke dienst. Jullie ja, maar als de politieke wereld dat niet vertelt, dan gaan ambtenaren dat toch zelf niet vertellen? Ja, dat moet je doen. Eens nadenken of het niet ook, zeker voor hogere ambtenaren, een taak kan zijn om aan de politiek duidelijk te maken van wacht eens vrienden, wij zijn hier voor die en die taak. Met elkaar, dat hebben we gemeend als die complementariteit, zijn we er voor het dienen van het publiek belang. Dan is het niet goed, ook tenslotte niet voor de politici, als er voortdurend een proces van debunking van ambtenaren plaatsvindt. Ik ga nog even de zaal in. Ik geef nog even de gelegenheid voor de laatste vraag. En dan ga ik tot een afronding. Want het lukt mij toch niet om dat euforische moment wat ik gepland had, na dat boek met jullie te krijgen. Maar kom in de buurt. Nou, de hapjes zijn al onderweg. Dus ja, al kort... ja, je zit echt voor de pauze. Dan is er ook de vraag, in welke mate is het wenselijk dat topambtenaren ook in de media laten weten wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. We hebben de laatste jaren juist gezien dat ook vanuit uitvoeringsorganisaties heel veel topambtenaren zijn geweest die hun kritiek ook hebben geuit. Zoals bijvoorbeeld Welten, die in 2011 wel verzet toonde tegen het boerkaverbod. En zo zijn er meerdere in de afgelopen 10 jaar die juist voornamelijk vanuit hoofdcommissarissen, maar ook hoofden van penitentiaire inrichtingen, ik noem Boei en Van Huet, en zo zijn er meerdere. Maar dan sluit ook aan op wat Van in het veld ook zei over het verschil tussen uitvoering en de Den Haag eigenlijk. Maar mijn vraag is eigenlijk, in welke mate is het wenselijk? Vinden jullie het wenselijk dat topambtenaren ook af en toe in de media uiten? Wim? Kritisch. Nou, ik heb één heel mooi voorbeeld. Misschien is dat ook wel goed om dat hier te vertellen. Toen ik op Binnenlandse Zaken werkte, is daar een periode Jan de Koning. Die was minister van Sociale Zaken en die was tijdelijk, omdat Kees van Dijk de minister van Binnenlandse Zaken uitgevallen was, was hij minister op Binnenlandse Zaken. En daar verscheen op maandagochtend het bericht, voorpagina krant, dat de directeur-generaal voor de arbeidsvoorzieningen, de heer Kruse, zich in het openbaar had uitgesproken tegen de privatisering van de arbeidsvoorziening. En ik herinner me nog heel goed, die ministerstaf vroeg de toenmalig secretaris-generaal aan Jan de Koning, vind je dat niet heel vervelend? En zijn antwoord was veelzeggend. Hij zei, ik vind dit prima. Als deze topambtenaar dit vindt, dan mag hij dat vertellen. Ik ben verantwoordelijk. Ik zal in de Kamer uitleggen waarom ik vind dat hij geprivatiseerd moet worden. Het is niet verstandig dat hij het nog 6 keer zegt. Maar ik vind het geen probleem dat iemand die daarover gaat en er een opvatting over heeft, dat hij dat naar buiten brengt. Dit laatste niet omdat je per se in de pers moet, want dat vind ik niet de goede manier. Maar ik vind dat het heel verstandig is als je de ruimte geeft aan topambtenaren om soms iets te vinden wat hen aangaat. En dat moet je volgens mij natuurlijk doseren, we zijn allemaal professional, maar niet bang voor zijn. En ik denk dat ik met de beginopmerking heb willen aangeven dat wat de koning toen in de relatie met Kruse heeft gedaan, dat ik dat niet meer tegenkom. Helder. Mag ik er één ding aan toevoegen? Ik vind dat je daarin elkaar niet mag verrassen. Dus ik weet niet wat er dat weekend daaraan voorafgaand is gebeurd. Nee, dat is tuurlijk, is ook zo. Maar dat vind ik wel een hele cruciale spelregel die je met elkaar af moet spreken. Je geeft aan dat je moet aan twee kanten daar een zekere maatvoering in kennen. Maar elkaar verrassen met de voorpagina van welke krant dan ook, dat kan in mijn beleving niet. Nee, dat zal ook wel gebeurd zijn in dit geval, want ze gingen verder prima met elkaar om. En met je zat nog te aarzelen? Nou ja, er is een hele lange geschiedenis van allerlei ambtelijke ego's, Welten werd genoemd enzovoort, waar alle incidenten, daar heb ik het niet over. Nee, snap ik. Misschien mag ik, dat is een beetje risky, maar dat kan wel, over defensie hebben. Ik weet zeker dat binnen dat apparaat
er bij een aantal mensen, los van allerlei persoonlijke belangen en dergelijke, een diepe zorg is over wat het betekent als je voortdurend blijft bezuinigen op die wereld. En wat het ook betekent voor de instrumentalisering van Nederland, internationaal enzovoort enzovoort. Dan heb ik er geen bezwaar tegen. Als een vooraanstaande militair, dat kan natuurlijk niet iedereen, dat op een gegeven moment verwoordt, ook naar buiten toe, en dan ben ik met Liesbeth eens, dan moet je de minister niet mee verrassen, dan kan het op een manier die niet oppositioneel is tegenover je minister, maar vanuit een zorg van jouw institutioneel belang waarin je, en dat geldt voor alle departementen, maar dit ligt me denk ik wat dichter bij het hart. Goed, Roel, en dan ga ik afronden. Ja. Nou ja, ik ben het erg eens met die laatste opmerking. Mocht vorige week de gast zijn van de parlementaire onderzoekcommissie inzake privatisering en verzelfstandiging. En er zitten twee oud-bewindslieden in. Ja. En de ontmoeting eindigde een beetje in een commune verbijstering over de vraag hoe het nou komt dat in Nederland al die relaties in de communicatie in het openbaar zo armetierig zijn. Hè? Dat de voorzitter van de raad van bestuur van UWV niet rustig eens aan een kamer kan uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is en zo. En onze gemeenschappelijke conclusie toen was, voor zover je in een gesprek een conclusie trekt, dat het toch echt de ministers zijn die die communicatie, en dan kom ik weer terug op dat, op die beginlijn van die enorme focus op die, van het konijn op de schijnwerper van de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, maar wij zijn toch de enige die, alsof je positie niet verrijkt kan worden door meervoudige communicatie. Hè? En dat is langzamerhand ons hele stelsel binnengedrongen. En maar wat ik toch wel grappig vind, je hoort zowel Liesbeth als Eimert zeggen dat ze daar groot voorstander van zijn. Ja, het gebeurt dus niet. Waarom niet? Ja, maar dat ben ik dus echt niet met je eens. Hoe vaak gebeurt het niet dat de directeur van het UWV, dat vandaag nog de directeur van de AIVD, gewoon in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer antwoord geeft op vragen die daar leven? Daar doen we toch helemaal niet spastisch over? Los van de minister? Los van de minister, ja. En dat, de minister is daar niet bij? Nee. Maar dat is beter dan 10 jaar geleden. Het is geen jij bakken, Ron. Want dat geldt ook voor mij, want ik ben 2002 de Kamerlid gegaan. Ik was er toen een voorstander van. Maar dat is inderdaad, dat is toegenomen en ik ben er een groot voorstander van. Je zou dat ook nog wat verder kunnen institutionaliseren. Ja. In Australië hebben ze bijvoorbeeld, moet laten we zeggen, diensthoofden, 1 keer per jaar naar Senate Estimates. En dan worden ze enorm gegrild. Ja. Iedereen rilt daarvoor. He, maar uiteindelijk geeft dat hun de gelegenheid om hun verhaal te doen. Die minister, he, die natuurlijk, de regel is daar ook no surprises. Dus wat je gaat zeggen, dat deel je mee. Maar je hebt de kans om in het volle schijnwerper van datzelfde verantwoordingsforum waar die minister optreedt, dat verhaal te doen. Dat is een geïnstitutionaliseerd iets. Terwijl hier hangt het af van het toeval. Laten we eerlijk zijn. Het is niet vanzelfsprekend. Nee. Jij hebt daar minder moeite mee. Ik kan me even in de huidige situatie niet voorstellen dat de SG van BZ over wat, of sorry, buitenlandse zaken, dus, over wat dan ook het woord kan voeren zonder dat daar een sterk disciplinerende reactie van de huidige minister op volgt. Nou, lees mijn boek toch eens, want de huidige minister heeft een aantal opvattingen wat ambtenaren wel mogen doen. Ja. Kan ik toch aanraden, die bladzijde? Ja, kijk dat geeft veel aan. Kijk eens aan. Dat is een kleine, kleine truc. Ik ga naar een afronding. Manon, ik begon bij jou het gesprek en toen noemde je toch even vrij vlot 6 belangrijke kenmerken van topambtenaren. We hebben ze niet allemaal behandeld. Wat hou je aan dit gesprek over? Misschien toch eigenlijk ook heel erg het punt van Roel, dat er heel veel gemeenschappelijkheid is, maar ook gewoon een stukje gezonde spanning, omdat je ook andere verantwoordelijkheden hebt en dat je dat ook met open vizier moet doen en daar een modus mee moet vinden en dat je dat tegelijkertijd niet onder het tapijt moet schoffelen. Dankjewel. En dat overigens ook door de bewindslieden die hier zitten en zijn ook herkend en erkend wordt. Lijkt me belangrijk. Ik ga jullie vragen, die ene zin die je altijd nog over dit onderwerp had willen zeggen, in deze zaal te mogen zeggen. Jullie hebben een audience die daar helemaal stil voor is. Wat zou je nog kwijt willen? Wim? Helemaal niks. Oh, hier zit 6 jaar training van debattechniek achter. Dankjewel, Wim. Ik ook. 7. Paul?
ga ik naar het andere extreem doen, ga ik iets heel stichtelijks roepen. Ja, ga je een goede topambtenaar is een dienaar, maar is tegelijkertijd geestelijk vrij. Ja, dat is heel mooi. Dankjewel. Wou Rob er nog met een vraag tussen komen? Nou ja, ik hoor Wim. Speel je in de band zo of ben je gewoon los lid nu? Nee, ik ben hier gewoon namens Vereniging Eigen Huis. Oh god. Maar ik hoor Wim zeggen dat hij. www. Ik hoor Wim eigenlijk zeggen dat hij uitgepraat is. Ik heb nog een vraagje. Aan wie? Aan Wim. Oké, Wim, je ontkomt niet. Kijk, het voorbeeld wat hij gaf, dat vind ik heel goed. Het is moedig om voor je eigen mening op te kunnen komen, om daar ook ruimte voor te krijgen van de minister. Maar wat heb je eraan als ambtenaar? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat heb je eraan om een andere mening dan je minister te gaan verkondigen? Wat schiet je daarmee op? Wim. Ja, hebben we samengewerkt op algemene zaken? Ik ben heel blij dat je hier als onderdeel van de band van AZ bent. Geweldig dat die band er nog steeds is. Dat is toch applaus voor de band, zou ik zeggen. Hartstikke goed dat jullie dit nog doen, ook al ben je allemaal uitgevlogen. Kijk, dan moet je niet aan mij vragen wat daar het belang van is. Ik kan me heel goed voorstellen dat en daarom is het ook, als je dat wil en niet verrassen, et cetera, dat het voor die persoon, maar ook voor de organisatie die leidt, relevant is om de relevante opvatting in het publiek te brengen. Zodat je zeker weet, en die discussie over privatisering zal wat dat betreft interessant zijn, want als daar topambtenaren in de afgelopen decennia meer hadden mogen zeggen over de effecten van hetzij een pure bezuiniging, hetzij een marktideologie, als ze daar de effecten van hadden kunnen vertellen, dan had je tenminste het idee gehad dat die argumenten in het publieke debat waren geweest. En zo schat ik ook dit voorbeeld in. Dat die DG dat echt belangrijk vond om dat in te brengen. Wetende dat de politiek beslist en dat het ook wel een bepaalde kant op zal gaan. En met inachtneming van de surprises, daar ben ik zeer mee eens. Maar het is relevant voor een organisatie om te zien dat hun topman op een heel aangelegen onderwerp iets kan vinden. Dat helpt, ook in het publieke debat, ook naar het respect naar elkaar toe. Daar ben ik echt van overtuigd. En nu als regeringscommissaris mag ik dat makkelijker doen. Ja. Nou doe ik het misschien minder. Maar ik zal het ook doen als het nodig is. Ja. En dat vind ik relevant, dat kan. Volgens mij delen we dat. Eimert, de slotzinnen. Ja, je vraag. Ik heb er even over na kunnen denken. Ja. Een topambtenaar, ik heb niks tegen specialisten enzovoort, die heb je nodig. Maar een topambtenaar moet deels ook een generalist zijn. Hij moet een goed bestuurder zijn, want daarmee ontlast hij voor een niet onbelangrijk deel natuurlijk de minister. Maar ik verwacht van een topambtenaar ook dat hij een politieke gevoeligheid heeft, een rechtsstatelijk besef en een idee van het publiek belang waarvoor we met elkaar werken. Dan is hij voor mij pas echt een goede topambtenaar en een goede counterpart voor een minister. Dankjewel. Lisbeth. Wij zijn tot elkaar veroordeeld, of dat we het leuk vinden of niet. En de wind is hard tegen, zowel in de richting van het ambtelijk apparaat als in de richting van de politiek. En dat is wel iets waar ik zorgen over heb. Want die publieke dienst en dat politiek-bestuurlijke wat daarbij hoort, staan op dit moment gewoon echt in de verdrukking en staan buitengewoon beroerd aangeschreven. En ik heb daar geen pasklare oplossing voor. Ik vind het wel iets waar we met elkaar ons weerbaar tegen moeten maken, ook zelfbewust in moeten zijn. En dan blijf ik toch maar even in de metafoor van de fiets. Als je tegenwind hebt, moeten we met elkaar misschien toch nog iets harder trappen. Lijkt me een mooie afsluiting. Mag ik een applaus van mijn gasten? Mag ik jullie danken voor jullie aandacht. Wij stoppen voor de zomer, we gaan na de zomer weer door. Ik moet nog wat zeggen over het feit dat je lid kunt worden bij de Vereniging voor Overheidsmanagement. Dat als je lid wordt voor een luttelbedrag van €35, dan krijg je mijn boek er gratis bij. En dat leest als een fiets. En je krijgt nog een paar andere dingen. Dat kan allemaal daar gebeuren. Voor degenen die het boek willen kopen, dat kan ook. Ook de uitgever is hier. Jullie doen mij genoegen, als je het kan, om het te lezen. Maar ik vond het in ieder geval fantastisch dat jullie hier waren. Dank voor het gesprek. Het begon wat braaf, het eindigde hopelijk wat minder braaf, Roel. Dus ik kan weer tevreden naar huis gaan. Dank jullie wel en tot na de zomer.
Keep
Venlo stellen. Send me. This is something a little Richard.